speler tegen Amsterdam. Commentator bij de beelden van die wedstrijd is John van Vliet. Zowel Amsterdam als HGC had de laatste wedstrijd voor die onderbreking gewonnen. Amsterdam een belangrijk duel met het oog op de play-offs thuis van Den Bosch. En HGC won uit bij koploper Oranje-Zwart. Eerste kans van de wedstrijd voor Martin Eikelboom namens Amsterdam. Maar Guus Vogels was attent achterin bij HGC, de keeper. Lomans dan, die twijfelt heel lang met uitverdedigen. Uit door Slordig en Benjamin van Kessel, dankbaar onderweg naar Vogels. En zo is het al heel, heel vroeg in de wedstrijd 1-0 voor Amsterdam door een fout van Bram Lomans. Die weifelend uitverdedigde en zich de kaas van het brood liet eten door van Kessel. Goeie goal van de nieuweling bij Amsterdam. En een voorsprong. Overleg dan in de defensie tussen Lomans en McLennan. En het boze gezicht van Maurits Hendricks, de coach van HGC. Dan McLennan, opnieuw ingeleverd. Fout op fout stapelde zich in de defensie. Eikelboom met het kansje, Vogels opnieuw goed aanwezig in de cirkel. Hij hield zijn ploeg overeind in het begin van de wedstrijd. Amsterdam had redelijk wat druk. Creëerde zich niet echt de kansen, maar werd heerlijk in het zadel geholpen door de schutterende defensie van HGC. Hier de lange bal richting Eikelboom. Dan moet er uitverdedigd worden door Loods. Maar ook die gaat in de fout en de overname bij Amsterdam via Eikelboom. Om Lomans heen, 2-0 Wouter Damman. En allemaal door fouten in de defensie. Niet eens doordat Amsterdam zo goed speelde. Weer een fout, opnieuw ingeleverd. Erwin Peters nu onderweg naar Guus Vogels. Trekt de bal al heel vroeg naar zijn backhand. Vogels was achterin bijna niet te kloppen. Zelfs met al die wankelende verdedigers voor zich. En daar gaat de volgende aanval weer. Nu met Brinkman, omdat er weer niet goed is uitverdedigd. Indirect afhouden van Damman wordt niet bestraft. Die mag hier doorgaan met de bal. En kijken wie er vrij is voor de goal. Eikelboom, zo treft zeker in Lahore. Van Kessel nog een keer, maar de redding opnieuw van Vogels. Toen had het dus eigenlijk al 4-0 kunnen staan en was de wedstrijd al gespeeld. Uitbraak dan eens van HGC en een wat ongelukkige overtreding van Rutgers, die zwaar bestraft wordt door Peter Elders met geel. Rutgers struikelt en neemt in zijn val Neuberg mee. Buiten de 23 meterlijn dus geen strafcorner van HGC. Rutgers 5 minuten aan de kant en Amsterdam met 10 man. In een fase van de wedstrijd waarin het dus eigenlijk al op rozen had moeten zitten. Van Meer dan en de opzettelijke overtreding binnen de 23 meterlijn. De eerste corner voor HGC. Lomans is de man die dat moet doen. De topscorer van Lahore doet het ook gewoon terug in de Vrieskou in Nederland. Ook weer goed. 2-1. En zo verpest Amsterdam dus eigenlijk de wedstrijd die al lang beslist had moeten zijn. Het beeld blijft daarna redelijk hetzelfde, doordat de defensie bij HGC nog steeds fout op fout stapelt. Hier is een strafcorner voor Amsterdam. Met Frank Rutgers inmiddels weer terug in de ploeg. Die pusht hem keihard op de paal. De rebound is voor Brinkman. Jack Brinkman, de record international, maar die sloeg over de bal heen. Onbegrijpelijk dat HGC zo matig speelde, daar waar het voor die onderbreking nog zo goed was geweest. Amsterdam ontsnapte hier aan de gelijkmaker. En zo bleef het eigenlijk een merkwaardig duel door al die fouten. Loods gaat weer eens in de fout. En weer zijn er Amsterdammers onderweg naar Guus Vogels. Eikelboom combinerend met Peters. Die slaat hem ruim over het doel. En zo was het bij de rust merkwaardig genoeg 2-1. En zat HGC nog vol in de race. De tweede helft al met Eikelboom. Zo trefzeker in Lahore geweest. Maar vanmiddag niet echt dodelijk. Hier een strafbal, omdat Vogels Danny Bree onderuit haalt. Terechte beslissing van Elders, zoals blijkt uit de herhaling. Bree goed om Vogels heen. En die neemt Bree mee in zijn val. Op 6,40 meter dus en dan Martin Eikelboom. Maar die pusht hem naast. En nog altijd is Amsterdam niet weggelopen van HGC. En zo wordt het dus ongekend spannend in de slotfase. Onnodig en overbodig, hoewel Guus Vogels daar een behoorlijke hand in had gehad door uitstekend te keepen. Veen dan doet wat hij zo goed kan. Hij duwt hem langs zijn tegenstander en dan op volle snelheid erlangs. Looijen is op tijd. Hij keepte ooit langdurig bij HGC. Nu staat hij in de goal bij Amsterdam.
dat hij hier weer een strafcorner tegenkrijgt. En dat blijven angstige momenten met Bram Lomans. Maar Neuberg stopt hem niet goed. Geeft hem terug aan Lomans. Die schiet dan niet, maar pusht. En Looyen redt. En anders was het gewoon nog 2-2 geworden ook. Achterin bij HGC. Half hoge bal van Lomans die eindelijk een keer goed valt. Overtreding van Bree op Stefan Veen die gretig neergaat en doorrolt. Gele kaart voor Danny Bree in de slotfase van de wedstrijd. En nog altijd maar 2-1. De gelegenheid voor HGC om op gelijke hoogte te komen. Wist ook natuurlijk Richard Brinkman, de broer van spelercoach Jack Brinkman. Hier Slotema met een van de laatste aanvallen. Opgeruimd, heel zuinig over de achterlijn gespeeld door Marten Eikelboom. Om de angst van Amsterdam nog maar eens aan te geven. Maar die voorsprong kwam uiteindelijk toch niet meer in gevaar. Amsterdam wint met de hakken over de sloot met 2-1. En Bloemendaal won met 3-0 van SCHC. Teun de Nooijer maakte daar zijn rentree bij Bloemendaal na zijn succesvol avontuur in Duitsland. Hij maakte 1 van de 3 Bloemendaalse goals. Hurley tegen Oranje-Zwart werd gestaakt. Dat veld was niet goed genoeg. Het ligt 100 meter naast het veld van Amsterdam. Maar dit veld was kennelijk niet goed genoeg. Althans, dat vond men na 15 minuten spelen. Het stond op dat moment 1-0 voor Oranje-Zwart. Maar die wedstrijd moest zijn geheel worden overgespeeld. Alle andere wedstrijden gingen niet door. De stand is nu zo dat Bloemendaal aan de leiding gaat met 23-9. Gevolgd door Oranje-Zwart, 21-9. HGC zakt naar de derde plaats. Amsterdam klimt een plaatsje. En Hurley staat vijfde met 18-8. Al de nummers 2 en 1 in die hoofdklasse. Bloemendaal heeft 2 punten meer dan Oranje-Zwart. Dat sinds vorige week weer Teun de Nooijer in de gelederen heeft. De Nooijer ging na het wereldkampioenschap in Utrecht spelen in de Duitse competitie. Daar werd hij landskampioen met Harvester Hoeder uit Hamburg. En hij is nu weer terug in de competitie van de wereldkampioen. Het werd een spectaculaire wedstrijd vanmiddag. En John van Vliet is de commentator. Bloemendaal spelend in de lichtblauwe shirts met Teun de Nooijer dus weer in de ploeg. Maar vanmiddag kon het niet beschikken over Diederik van Weel. Een van de twee centrale verdedigers. Hij is geblesseerd aan zijn hamstring. Het was een wedstrijd die zich afspeelde in een heel, heel hoog tempo. En dan heb je veel aan bijvoorbeeld mannen als Remco van Wijk. En hier de voorzet richting Bart van der Meer. Maar die slaat hoog over het doel van Jozef Kramer. Gelijk opgaand duel met kansen over en weer. Na een kwartier spelen wordt de Nooijer prachtig vrijgespeeld. Zijn voorzet pan klaar voor Remco van Wijk. En zo is het 1-0 voor Bloemendaal. Goeie aanval van de ploeg uit Noord-Holland. Samen met Buma en Van Wijk en nu de teruggekeerde De Nooijer heeft Bloemendaal veel kwaliteit. Maar Yazid verprutst de voorsprong door in te leveren bij de Pakistaanse meester Shabazz. Hier een ongebruikelijk slechte bal van Yazid. Shabazz kan rustig controleren, Moraes komt er nog wel aan. Maar zo is het weer 1-1 na 20 minuten spelen. En Yazid wist zelf wie de schuldige was. En zo ontspon zich een heerlijke hockeywedstrijd. Stacey is de Australische international en die heeft hier een schitterende paas over een meter of 60 in de stick van Shabazz. En dit wordt prachtig uitgevoerd door Oranje-Zwart naar de Belg de Wamme. En bij de tweede paal Marnix van Rijn. 2-1 voor Oranje-Zwart. Belangrijk voor het moreel van de ploeg uit Eindhoven, want van de topduels verloor het van HGC en Den Bosch. En wist het eigenlijk alleen van Amsterdam te winnen. Schitterend uitgevoerde counter, bekeken paas van de Wamme en daar van Rijn die 2-1 binnen tikt. Een opsteker dus voor Oranje-Zwart. En Bloemendaal moet dan serieus aan de bak. Breedtebal van de Nooijer. Buma. En zo gaat hij snel rond via Smolenaars nog even. En dan is er de eerste strafcorner van de wedstrijd. Daar heeft Bloemendaal Remco van Wijk voor. Maar die is niet echt succesvol gebleken. Scoorde pas 2 keer uit 49 corners dit seizoen. Hier van Wijk. Maar het gaat half mis. Dan wordt hij goed overgenomen. Voorzet. En daar Teun de Nooijer. Zo is het weer 2-2. Tweede doelpunt van de Nooijer bij Bloemendaal. Vorige week scoorde hij 1 keer. En nu dus uit deze wat vreemde variant wordt het uiteindelijk 2-2. Het stoppen ging niet helemaal goed, maar Bloemendaal lost dat keurig op. En de Nooijer rond sterk af. 2-2. En hij had zijn stempel toen al gedrukt. De Wamme dan weer, die in de eerste helft ongrijpbaar was. De Belgische international. Komt heel ver in de cirkel, bekeken paasje achteruit op van Rijn. Die blijft de baas over de bal, maar zet uiteindelijk zijn man weg. En dus mag Bloemendaal uitverdedigen. Dat gebeurt echter hoog.
En daar wordt een vrije slag voor gegeven. Die wordt door Stacey heel snel genomen. En Shabazz tikt dan binnen. 3-2 voor Oranje-Zwart. Slim die vrije slag, heel snel genomen. Smolenaar ziet het gebeuren, kan er niet meer aankomen. Shabazz helemaal vrij voor Moraes. En zo is het 3-2 voor Oranje-Zwart. Inmiddels in de tweede helft. Een foutje achterin bij Bloemendaal en de bal komt bij Shabazz. Die gooit de turbo erop en dan is hij nog altijd onhoudbaar. Shabazz tegenover Moraes voorlangs. Maar nog altijd was het kruid niet verschoten in deze wedstrijd. Diepe bal weer van Stacey op Shabazz. Die makkelijk de cirkel binnenkomt en dan behendig voorbrengt. Twee spelers van Oranje-Zwart, maar niemand weet hem af te ronden. Zo bleef het dus 3-2. Van Rijn ligt geblesseerd, maar hij kon gewoon verder spelen. De uitbraak van Bloemendaal, dat is een beetje het kenmerk van de ploeg. Met die snelle vleugelspitsen hier, Buma die voorlangs schiet. Maar Bloemendaal liet zien dat het niet zomaar geslagen is. Dat het een ploeg is waar je echt 3 keer langs moet voordat je van ze gewonnen hebt. Vroger hier, let op zijn beweging. Prachtig in 1 keer om zijn as gedraaid en hij versiert een strafcorner. Gegeven door scheidsrechter Gorissen. Op de kop van de cirkel dan weer van Wijk. Maar er wordt gekozen voor een variant bij de Nooier. En die schiet met een soort bananenschot de ploegen weer op gelijke hoogte. 3-3. Goeie goal van Teun de Nooier dus. En dan moet Oranje-Zwart weer gewoon gaan komen. Want het hoort als topploeg tegen bezoekende topploegen thuis het spel te maken. Hier Shabazz. Let op voor de goal. Stacey en Rekkers. Samen glijden ze langs de bal. En zo bleef het dus 3-3. De instructies van Bloemendaal-coach Bunnik voor Teun de Nooier voor de slotfase. Kans voor Oranje-Zwart. Goed uitverdedigd en let dan goed op, want hier is goed te zien hoe snel Bloemendaal aan de overkant van de goal is. Buma op Van Wijk. Van Wijk heel sterk aan de bal, speelde een ijzersterke Champions Trophy. Wordt hier van de bal gezet en versiert een strafcorner. De defensie van Oranje-Zwart dan in de problemen, want wat ga je doen? Ga je voor Van Wijk? Of ga je voor de variant op de Nooier? Bloemendaal weet het, want het is weer de Nooier. En zo is het weer 4-3. Bloemendaal dus weer op voorsprong. Dankzij 3 goals van Teun de Nooier. De tegenstoot van Oranje-Zwart. 4 minuten zijn er nog te spelen. Van Heeswijk, schitterend gegeven aan Stacey. Raak, 4-4. Met nog zo'n 3,5 minuut op de klok. Prachtige voorbereiding van Heeswijk. Hard en droog afgemaakt door Stacey. Een heuse topper. En waarin ook beide ploegen bleven jagen op de winnende treffer. Onderschepping van Bloemendaal. En weer zoeken naar die mensen voorin. Daar verschijnt Van Wijk. Laat zich naar de zijkant drijven, wordt niet aangevallen en zet de solo in. Let goed op Remco Van Wijk. Prachtige solo, maar het paasje is wat hoog. Smolenaar zijn henken. Keihard onder de lat. 5-4. In de laatste minuut. Maar dan heel veel discussie. Scheidsrechter Gorissen denkt dat de bal op de lat is gekomen. En heeft niet gezien dat hij in de goal zat. Maar daar is hij wel degelijk geweest. Maar dit was eigenlijk de echte discussie. Hoge paas van Van Wijk. Smolenaars Jensten in 1 keer erachterin. 5-4 voor Bloemendaal. Dat was ook de uitslag. De scheidsrechters besloten dat hij zat. Maar daar was eigenlijk lang niet iedereen het over eens. Oranje-Zwart boos, met name aanvoerder Van Heeswijk. In eerste instantie was dus de discussie of het een goal was of niet. Nou, terecht dat Bloemendaal daarna vraagt of hij dat hier bij de andere scheidsrechter wil navragen dat zo was. Prima, keurt hij de goal goed, omdat het een goal is. Alleen daarna ga ik vragen als aanvoerder van Oranje-Zwart dat die bal hoog de cirkel in gaat. En dan wil hij die discussie niet aangaan met de andere scheidsrechter. Nou, dat vind ik heel raar. Als Bloemendaal vraagt of hij iets na wil vragen, dan doet hij het wel. En als ik het vraag namens Oranje-Zwart voor een vermeend gevaarlijk spel, dan doen ze het niet. Dat vind ik inconsequent. En jij vond het echt gevaarlijk? Ik vind het gevaarlijk, je kan het terugzien, vind ik. Als Wiebe die bal op zijn benen krijgt en gaat er zo'n stukje langs, 10 centimeter, dan fluit hij ook gewoon tegen, dus waarom nu niet? De scheidsrechter keurde de goal wel goed en dus werd Bloemendaal met 5-4 van Oranje-Zwart. HGC Hurley werd 4-1, HDM Amsterdam 2-0. De Stichtse won met 3-0 van Hattem. Klein Zwitserland met 4-3 van Kampong. En Venlo tegen Den Bosch eindigde in 1-4. De stand is nu zo dat Bloemendaal nog steviger aan de leiding gaat. HGC heeft 3 punten minder en een wedstrijd meer gespeeld. Oranje-Zwart staat nu derde. Vierde staat Amsterdam voor Hurley en HDM. DM en HGC staan ver achter, hebben al een wedstrijd meer gespeeld.
En het lijkt erop of Bloemendaal rustig zo naar de champagne kan marcheren. Bloemendaal HGC met John van Vliet. Als dat geen toppers zijn. En voor HGC was de opdracht vanmiddag dan ook duidelijk. Er moest gewonnen worden. Want na de teleurstellende prestaties van de afgelopen weken was de ploeg achterop geraakt. De eerste kans van de wedstrijd ook voor HGC. Via international Stefan Veen. Maar hij miste tegenover doelman Moraes. Hier opnieuw Veen aan de basis van een aanval. Althans, dat denkt hij. Maar Van Wijk snoept de bal van zijn stik af. En heeft dan een weergaloze solo in huis. Die uiteindelijk de eerste strafcorner voor Bloemendaal oplevert. Schitterende solo van Van Wijk. Die overigens zelf belast is met de strafcorners bij Bloemendaal. Hier komt zijn schot, gespeeld op de rebound. Die komt er ook bij Van der Meer, maar die glijdt half weg. Neemt de bal niet goed aan. En zo is de kans voor Bloemendaal verkeken. HGC met de schrik vrij. Jazet verdedigt uit. Is overigens een van de internationals die niet meegaat naar Argentinië in de winterstop met het Nederlands elftal. Hij is hard toe aan rust. Van Wijk gleed weg en zo kan Short, de Canadese international, doorgaan. Die legt hem op de stik van Van Meer, maar die mist bij Moraes. De keeper van Bloemendaal die goed speelde vanmiddag. En dan wordt het voor HGC toch een lastige wedstrijd. Als het niet echt mee zit, met een ploeg die in de zorgen zit, dan ga je vanzelf twijfelen. Hier de uitbraak van Bloemendaal met de Nooier. En die slaat hem naast het doel van Vogels. En ook die keeper was vanmiddag uitstekend in vorm. HGC moest dus. Brennickmeijer, een van de spitsen. Langdurig balbezit, maakt hem goed vrij. Kan schieten, Van Meer voor de tip in. Maar die gaat over. Pech dus voor HGC, dat in ieder geval wel karakter toonde vanmiddag. Er vielen veel harde woorden tijdens de trainingen deze week. En de ploeg had het volgens coach Maurits Hendrik goed opgepakt. Van Wijk dan weer met een backhand, ziedend hard op de paal. En opnieuw dus HGC met de schrik vrij. Maar het dient gezegd, de ploeg bleef vechten. Hier met bijvoorbeeld Neuberg. Houdt de bal knap binnen. En geeft hem dan nog mee aan Brennickmeijer. En daar is dan de verlossing voor HGC. En de persoon van de Canadees Short. Toch nog 1-0 op slag van rust. Goeie goal van de Canadese international. Die ook al belangrijke doelpunten maakte in de topper tegen Oranje-Zwart. In de tweede helft moet Bloemendaal dan wat gaan doen. Met hier een kansje. Maar die wordt uitgelopen door een verbeterd verdedigend HGC. De Nooier zet hem voor. Onderschept door Loods. Hij weer wel in de selectie voor Argentinië. Buma was er overigens bij Bloemendaal vanmiddag niet bij. Maar ook zonder hem kwamen er kansen. Hier Vogels die redding brengt. Op de kans van deze Jan Jorn van het land. Burgers, goed gespeeld. Had veel overwicht tegenover de Nooier. Hier Van Meer. Maar die levert in bij Jazet. Jazet maakt echter een overtreding. Snel genomen vrije slag. Over de achterlijn binnen en dan Brennickmeijer, maar opnieuw Moraes die redding brengt. Druk erop! Stop! Van Meer. Samen met Plezier. En uiteindelijk is hij dan toch de bal kwijt aan Jan Jorn van het land. Van Wijk, weer een mooie actie. Trekt hem naar zijn backhand. Schot is goed, redding van Vogels ook. En zo zag Bert Bunnik, de coach van de koploper, dat zijn ploeg niet de beste wedstrijd speelde. Bloemendaal had overigens nog niet verloren. Veen dan, die de aanval opzet via Brennickmeijer. Op de achterlijn Short en dan wordt Neuberg hard op de stik geslagen door Van het Land. Strafbal, zegt scheidsrechter Schellekens. Goede beslissing. En de kans dus voor HGC om het duel te beslissen. Daar de stik van het Land. Neuberg kon hem niet meer spelen. En zo gaat hij op 6,40 meter. Lomans is degene die dat mag doen en hij doet het goed. 2-0 voor HGC en zie de opluchting bij Bram Lomans. Hij heeft overigens besloten om niet mee te gaan naar Argentinië. Ook hij is na een uiterst lang hockeyjaar hard toe aan rust. Lomans kan hier niet aannemen en dan is Van Wijk voor 2-1. Lege goal, maar Lomans herstelt zich. En de woede van Van Wijk was begrijpelijk, want dit had de aansluiting voor Bloemendaal moeten zijn. Weinig doelpunten dus in een wedstrijd tussen twee topploegen. Terwijl er in de eerste helft van het seizoen toch 5,5 goal per wedstrijd gemiddeld werden gescoord. Dit weekend overigens in 10 wedstrijden 64 doelpunten.
Maar HGC mocht vooral blij zijn met de overwinning. Hier dan nog de kans op 3-0, maar Short duwt hem naast. Zo bleef het 2-0. Verliest Bloemendaal voor het eerst, maar blijft het koplopen. En eens kijken hoeveel er gescoord. Dan komt er ook een tegenstander die interessant is. Oranje-zwart, kampioenskandidaat. Nou, dat is dan aardig. Dan kan je eens een keer de schouders allemaal eronder zetten en kijken of dat gaat. Maar aan de zijkant van het veld loopt dan die man rond waar het allemaal om te doen is. Sjaak Brinkman, een man. Ja, nou, luister maar naar het verhaal van John van Vliet. Sjaak Brinkman dus definitief langs de kant bij Amsterdam, omdat hij veel kritiek had na de 4-1 nederlaag bij SJAC vorige week. Joep Brenninkmeijer, de coach, had er genoeg van. Hij zag vanmiddag zijn ploeg goed beginnen. Van Kessel en Steeman, die maar net tekort komt om in de eerste minuut al 1-0 voor Amsterdam aan te tekenen. Steeman stond overigens als verdediger vandaag voorin, omdat Amsterdam heel veel blessures en ook een schorsing van aanvoerder en international Marten Eikelboom had. 2 minuten later, Stacey, de Australiër, goochelt zich een weg door de defensie. En de eerste corner voor Oranje-Zwart van Frank Leistra en Michel van der Heuvel. Corners zijn het wapen van Jay Stacey. Hard schot, half door de legouts van Looyen. En zo staat Amsterdam alweer op achterstand. 1-0 via de Australiër. Rogier van het Hek op de lijn als lijnstopper kansloos omdat die bal van richting verandert. Pijnlijke start dus weer voor Amsterdam. Dat het dan al heel moeilijk heeft. Van het Hek komt goed weg, krijgt geen gele kaart omdat hij een hoge bal opzettelijk uit de lucht haalt. Hier was het kansje voor Werps, maar Looyen, de keeper, zat er goed bij. Maar Amsterdam heeft het dan al heel, heel zwaar. Tegen Oranje-Zwart dat dit jaar mee wil doen om de titel en hier op 2-0 komt via Hans Werps. Vrije slag was opnieuw van Stacey. Oranje-Zwart komt op en Amsterdam zit dan ongenadig in de hoek waar de klappen vallen. Hier Werps onder de legaards van Looyen door 2-0. En Looyen kon er weinig aan doen. Eindelijk schudt Amsterdam dan wat van de angst van zich af. Voorzet van Nieuwe-Wemen en de kans voor Gerritsen. Maar een goede redding van Jozef Kramer, keeper van Jong Oranje. En daar had Gerritsen meer mee moeten doen. Maar in tegenstelling tot vorige week vocht Amsterdam nu wel wat verbeterder. Maar eens te meer werd ook duidelijk dat de ploeg toch wel wat kwaliteiten tekort komt. Vrije slag hier net buiten de cirkel na de actie van Nieuwe-Wemen. International Danny Bree. En Nieuwe-Wemen schiet, goede redding weer van Kramer. Bijzonder dat Nieuwe-Wemen er alweer bij was. De afgelopen jaren scheurde hij kruisbanden in beide knieën. En na 2 keer ruim een jaar revalideren kon hij vanmiddag weer voluit spelen. Voor het eerst overigens in de basis. Inmiddels in de tweede helft. Met hier opnieuw een corner voor Amsterdam. Veroorzaakt door Frank Rutgers. Ex-speler van Oranje-Zwart. Tegenwoordig belast met de corners bij Amsterdam. Die ligt niet goed stil, dan moet er een variant komen. Van het Hek paast hem goed rond. En dan wordt hij voorgezet en is het Bas Nieuwe-Wemen die zijn rentree in de basis viert met een doelpunt. Goed voorgegeven door Oene van Brunschot. En Nieuwe-Wemen kon er nog net bij. En voor Amsterdam wordt het dan knokken, erop of eronder. Want het ging ook nog om een plaats in de play-offs. De eerste 4 spelen daarin en Amsterdam moest vandaag winnen om uitzicht te houden. Kansje voor Van Kessel, maar opnieuw Kramer die in de weg stond. Jeugdige keeper van Oranje-Zwart, die met de week beter gaat keeper lijkt het wel. Hier weer een vrije schotkans Nieuwe-Wemen, over. Maar Amsterdam toonde in ieder geval wat initiatief. Van Brunschot op Nieuwe-Wemen, handige beweging. En dan ziet hij Van Kessel komen, maar die kan niet goed controleren. Lastige hoek en zo schiet hij voorlangs. In een periode van de wedstrijd waarin Oranje-Zwart wat langmoedig optrad. Onder leiding van Van Heeswijk en Van Rijn en hier de Pakistaan Shabazz. Niet veel te zien geweest vanmiddag, maar als hij de turbo aanzet blijft hij gevaarlijk. Gerritsen wordt er hier uitgelopen. Shabazz helemaal door, goede redding van Looyen. Oranje-Zwart kreeg zo langzamerhand wat meer grip op de wedstrijd. Vooral omdat Amsterdam naar voren stormde. Er ontstonden gaten achterin. En dan heb je met bijvoorbeeld Shabazz een levensgevaarlijke man. Hij bleef veel achterin hangen. Gaat hier prachtig langs van het Hek. Op de lijn is dan Rekkers, maar die krijgt zijn sticker niet tegenaan. En zo bleef het dus heel lang 2-1. En bleef het vooral ook spannend. En Shabazz had er daar in zijn eentje prima naar zijn zin toen al die Amsterdammers naar voren renden. En die ruimtes moet je hem nog steeds niet geven. Hier samen met Marnix van Rijn. Teruggelegd op Shabazz, uit de draai en een goede redding van Looyen. En nog altijd niet de beslissing gevallen. Hij had er af en toe nog eens zin in. Allerlaatste minuut van de wedstrijd. Weer Shabazz die gezocht wordt.
twee verdedigers en een keeper van Amsterdam en Stacy namens Oranje-Zwart. Met z'n tweeën, de internationals van Oranje-Zwart. Wie doet het? Shabazz schiet en dan valt hij voor Stacy en die maakt het ziedend hard af. 3-1 voor Oranje-Zwart, dat daarmee op koers blijft voor de play-offs. En Amsterdam neemt daar eigenlijk na vanmiddag definitief afscheid van. De laatste goal dus van Jay Stacy. En voor Amsterdam rest dit seizoen de Europa Cup 2 met Pasen op eigen terrein om nog iets van een verloren jaar goed te maken. We gaan naar de uitslagen kijken. Venlo tegen HCKZ werd 3-2. HDM tegen de Stichtse 5-3. Den Bosch Hurley 2-0. Waaronder twee goals van de jeugdinternational Brouwer. Kampong Bloemendaal 0-3. De koploper blijft dus winnen. En de verrassing van het weekend viel in Hattem. De ploeg van Patty Moend speelde goed en hield HGC op 2-2. Hetgeen ons nu bij de stand brengt bij de mannenhockeyers Bloemendaal kan op twee oren vanavond gaan slapen. Oranje-Zwart volgt op 4 punten. En dan HGC, HDM, Den Bosch en Amsterdam. We gaan het over een andere sport hebben dit seizoen op Amsterdam. Nu moeten alle zeilen worden bijgezet om de ploeg toch nog minimaal op de 4e plaats te laten eindigen. Want die 4e plaats is essentieel, als je tenminste wilt meedoen aan de play-offs om de landstitel. Winnen dus. Of dat ook lukte tegen koploper Bloemendaal, hoort u van John van Vliet. En gezien de stand op de ranglijst was het niet vreemd dat Amsterdam wat afwachtend begon aan het duel. Het liet de koploper het spel maken. Bloemendaal was direct vanaf de eerste minuut gevaarlijk. Het heeft twee hele snelle spitsen in Van Wijk en Buma. Buma wordt hier gezocht, maar die heeft zoveel snelheid dat hij de bal niet meer kan controleren. Maar de eerste speldeprik namens de koploper was geplaatst. Dan een heel slecht uitverdedigen van Amsterdam. Van Wijk, de aanvoerder, neemt over. En met de backhand schitterend in de lange hoek geschoten. Na 6 minuten is het 1-0 voor Bloemendaal. Dat dus aan de verwachtingen en vooral ook aan de verplichtingen voldoet. Prachtige backhand van Wijk. Looijen, de keeper, was kansloos. Bloemendaal heeft een uitstekend seizoen onder leiding van Bert Bunnik. En gaat eigenlijk onbedreigd aan de leiding. Hier is het weer Van Wijk die aangespeeld wordt. En kijk eens wat een prachtige snelheid hij heeft. Hij blijft de baas over de bal, lanceert Vroger. Die wordt op de stick geslagen. Strafbal, zegt scheidsrechter Gorissen. Goeie beslissing overigens. Vroger bedankt Van Wijk. JAZ is dan naar voren gekomen tegenover deze keeper Looijen. Op een belangrijk moment in de wedstrijd. Prachtige redding van Looijen. JAZ faalt vanaf 6,40 meter. En had Bloemendaal op grotere afstand kunnen brengen. Goed gekiept van Looijen. Reservekeeper tijdens het WK in Utrecht van het Nederlands elftal. Bloemendaal moet dus verder. Hier is het Vroger die een strafcorner forceert. En ook die zijn het wapen van Remco van Wijk. Dit is Maarten Vroger, een uitstekende spits. Jong, spelend bij Bloemendaal. Van Wijk, de corner lag niet goed stil, dus gaat Meeuwse de stopper zelf slaan. Redding was van Looijen. Gevaar is nog niet weg. En hier is het weer Van Wijk. En heel cool, heel rustig drukt hij hem achter Looijen. 2-0 voor Bloemendaal. Kijk maar naar Remco van Wijk. Half van het hek. En weer is hij de baas te midden van al die sticks over de bal. 2-0. Looijen baalt. Amsterdam nog altijd spelend overigens zonder Jacques Brinkman. De record international die met zoveel tumult vertrok uit het Wagnerstadion. Hij zal er definitief dit seizoen niet meer bij zijn bij de hoofdstedelijke club. Weer Van Wijk, weer naar zijn backhand, nu in de korte hoek en naast. Maar Bloemendaal had voor rust ruim weg moeten lopen van Amsterdam. Brenninkmeijer wint zich op, de coach die het overnam van Brinkman. Bestuurslid tophockey ook. Tweede helft inmiddels met Van het Hek en Rogges Westbroek. 2-1 dan, vroeg in de tweede helft. Amsterdam gooide alle schroom van zich af in die tweede helft en ging aanvallend hockeyen, wat het zo goed kan. Moraes gepasseerd, de keeper van Bloemendaal. En Amsterdam zet dan nog maar een keer druk met Nieuwe Wemen. Het speelde dapper en het lijkt zo langzamerhand het lek weer boven te hebben. Goeie actie en de bal komt uiteindelijk bij Damman. Dan wordt er slecht uitverdedigd en wordt de bal nog weggeslagen en dus is er een corner voor Amsterdam. Op 2-1, halverwege de eerste helft. Wind is de stopper, goede variant en weer Westbroek. 2-2. En zo worden de gemiste kansen van Bloemendaal wel erg pijnlijk zichtbaar. Tweede doelpunt dus, Rogges Westbroek. Lang geblesseerd, hij wilde per se spelen vanmiddag. En bekroonde dat met 2 doelpunten. Fase van de wedstrijd waarin Amsterdam absoluut de baas is over Bloemendaal. Hier Meijer die onderschept. En de Nooier.
Bloemendaal weer onderweg naar Looien, maar het loopt dus niet meer zo goed. En ging deze bal van Meijer voorlangs. Dan dit moment, Danny Brede, international, zoekt heel slim een voet op en weer een strafcorner. Rutgers is de man die pusht, weer een goede variant, onvervalste hattrick van Rogus Westbroek en, veel belangrijker, 3-2 voor Amsterdam. Dat was karakter. Prachtige variant, goede goal van Westbroek en het geeft voor Amsterdam vooral ook hoop voor de Europa Cup 2 met Pasen die in eigen huis wordt gespeeld. De koploper dus, serieus bedreigd en dan moet het van zich afbijten met hier van het land. Listig versiert hij de strafcorner tegenover deze Rijn Steeman. Van Wijk wordt dus weer op de kop van de cirkel in stelling gebracht. Hij schiet direct en met hulp van lijnstopper van het hek is het 3-3. Prachtige hockeywedstrijd vanmiddag. Vooral omdat Amsterdam dapper van zich afbeet. 3-3. Maar Bloemendaal wil natuurlijk meer. Het is koploper en het is verplicht te winnen van de nummer 6. Helemaal aan het einde van de wedstrijd. Buma zoekt de strafcorner en met hulp van de Nooier krijgt hij hem ook. Minder dan een minuut nog op de klok. En Amsterdam moet dan overeind zien te blijven. Met Looien natuurlijk voorop. Van Wijk kiest weer voor het schot, maar van het hek haalt hem van de lijn en zo bleef het terecht 3-3. Andere uitslagen. Venlo Oranje-Zwart 1-3. HDM Hurley 2-1. Den Bosch tegen Hattem 4-1 met 3 goals van international Piet Hein Geris. Kampong tegen HRC 3-2. En Klein Zwitserland tegen de Stichtse eindigde ook in 3-2. De stand is nu zo dat Bloemendaal nog wel koploper is, maar nog maar 2 punten voorsprong heeft op Oranje-Zwart. Dan HGC, HDM en Den Bosch. En Amsterdam blijft vooralsnog de nummer 6. We keren nog. Gisteren geen grote verrassingen bij de uitslagen of het zou moeten zijn dat Amsterdam weer eens verloor. De nummers 1 tot en met 4 wonnen allemaal. Den Bosch is de regerend landskampioen, maar of de Bossenaren dit jaar ook die titel pakken is sterk de vraag. Om de play-offs te bereiken moet je bij de beste 4 zitten en Den Bosch is nog net 4e met een minime voorsprong op HDM. En vanmiddag speelde Den Bosch tegen HGC, dat is de nummer 3 van de ranglijst. Hans Brian is de commentator. HGC heeft volgens coach Maurits Hendricks een smalle selectie. En dus is hij blij dat Tycho Vermeer, de international, er weer bij is na een blessure. Vermeer daar met nummer 12, hier bij de bal, werd even tevoren door Raoul Eeren onderuit gehaald. En mag daar nu weer in actie. En weer stuit hij op Raoul Eeren en dan doet hij iets wat niet mag. Een typische reactie van een speler die terugkomt na een blessure. Dat betekent in ieder geval dat HGC voorlopig met 10 man door mag. De gebruikelijke taferelen en van meer naar de kant. De eerste minuten zijn zonder meer voor Den Bosch dat constant in de aanval is. Zoals hier via Olaf Bakker die in de cirkel opgevangen wordt door Bram Lohmans strafcorner. Daar zijn 2 mensen voor, Jeroen Delmee en Piet Hein Geris. En wat wordt de keuze? Geris kan rechtuit en Delmee meestal voor de push. Het is niet Geris, het wordt Delmee, maar die stuit op de stick van de Australiër Hughes. En dus zou je zeggen, nu gaat HGC uitverdedigen, maar dat gaat erg moeizaam. Opgevangen door Olaf Bakker weer. En daar zien we links op de bank Roger van Gent, de succescoach van vorig jaar. Hij is door Siepman teruggehaald als assistent, omdat het niet echt lekker loopt met de Bosse ploeg. Ze spelen wisselvallig. De counterdant van HGC met Stefan Veen, die wordt onderuit gehaald door mede-international Sander van der Weijden. En dat is weliswaar buiten de cirkel, maar een opzettelijke overtreding. En de eerste strafcorner voor de ploeg uit Wassenaar, gegeven door scheidsrechter Breuning. De mopperende man is Ronald Jansen. We weten dat van hem. Nederlands beste keeper wil nog wel eens klagen. Lohmans, uitstekende redding van Jansen. En dan gaat het spel gewoon door. Hier via Mark van Wijk. Er zal niets uitkomen, maar u zag het al. Jansen was weer aan het klagen. En dat betekent dat hij hier een gele kaart krijgt van scheidsrechter Breuning. Die kreeg hij overigens al eerder van diezelfde scheidsrechter. En Van Gent denkt, wat moet dat nu? Want inmiddels zit ook Gijs Volders op de bank. Dus de Bossenaren met 9 man. Maar HGC wist daar niets mee te doen. Nu is de ploeg weer volledig en de uitbraak is van Piet Hein Geris. Die zet de bal goed voor. Er zijn 2 man, Harm Dirks en Matthijs Brouwer. Maar ze missen beide het killersinstinct. Laatste fase van de eerste helft. Het is Roy Baks die de bal verspeelt aan Lohmans. De inzet van Lohmans en weer staat Jansen op de goede plek. Het blijft dus 0-0.
De tweede helft dan met een aanvallende Slotemaar, maar die speelde weifelend en dus neemt Geres over. Aan de buitenkant weet hij Dijkshoorn, die wordt hier aangespeeld. Heeft vlakbij zich Maarten Burgers, die houdt hier af. Vrije slag voor Den Bosch, dat net zo aanvallend begon als eigenlijk in de eerste helft. Jeroen Delmee, weer is daar een voetje bij een van de spelers uit Wassenaar die massaal steeds in de cirkel zich moesten terugtrekken. Veen moppert wat, maar dat zal niet helpen. Geres of Delmee, dat is de vraag. Het is nummertje 7. Delmee en een prachtige redding van Nederlands tweede keeper Guus Vogels. En Delmee had daar meer van verwacht. Maar de aanvallen blijven. Dan gaat de bal omhoog via de stick van ja, deze man met nummer 1. Daan Brennickmeijer en weer een strafcorner voor het veel sterkere Den Bosch. Geres of Delmee, dat was steeds de vraag. En eindelijk gaat die bal dan een keer rechtdoor. Dan Delmee en dan hoog boven de schouder gespeeld door de man op de lijn, de Australiër Hughes, die een bijzonder ongelukkige wedstrijd had. En dat betekent strafbal. Ja, en dan ziet natuurlijk Maurits Hendricks de bui hangen, want hij weet dat Geres zelden mist. Het is 1-0 voor Den Bosch en het 21ste doelpunt in deze competitie van de centrumspits van Den Bosch. Sander van der Weijden kan een rustige aanvalsopbouw kiezen. Bal komt terecht bij Dennis Dijkshoorn. Aan de binnenkant loopt weer Piet Hein Geres. En dan is het Dijkshoorn die over de knie gaat bij Joël Hughes. Het is weliswaar buiten de cirkel, maar een opzettelijke overtreding betekent wederom een strafcorner. Delmee, slecht uitgespeelde variatie. En dus kan dan eindelijk weer een countertje komen van HGC. Misschien een gouden moment dan van Stefan Veen, vindt mede international Tigo van Meer. En dan is dit wat Dijkshoorn doet. Die speelt de bal opzettelijk over de achterlijn in de cirkel. En dus een corner. Dirk Loots kan HGC niet helpen. Hij heeft een dubbele hernia en dus moet alles komen van Lomans. 27 maal wist hij raak te schieten, maar hier stuit hij gewoon op de voortreffelijk keepende Ronald Jansen. Van Meer, zwakke wedstrijd eigenlijk, verspeelt de bal aan die eeuwige tegenstander, Raoul Erens. En dus gaat hier Geres door in de cirkel en het is de voet van Lomans en weer een strafcorner. 13 stuks kregen de Bossenploeg uiteindelijk. En Vogels, ja, die moet alles doen om doelpunten te voorkomen. Concentratie bij Den Bosch, rechtdoor en achter keeper Vogels. Het is 2-0 voor Den Bosch en dan is de wedstrijd gespeeld. En weer is het Piet Hein Geres, zijn 22ste doelpunt. Den Bosch kan de bal dan rondspelen en veel naar achteren, zoals hier via Jeroen Delmee. Dan komt de bal bij Mark van Wijk en die doet dat onhandig, die verspeelt hem. En dus kan HGC nog een keer uitbreken. Rob Short ziet aan de buitenkant Brouwer komen. Brouwer heeft snelheid en gaat in de richting van de cirkel, komt daar ook goed in. Aan de binnenkant loopt dan met nummer 10 Maarten Burgers. Maar tot twee keer toe staat Ronald Jansen een doelpunt in de weg. Het blijft dus 2-0. Den Bosch pakte de derde plaats en HGC heeft met 3 wedstrijden te gaan de nodige moeite om nog de play-offs te halen. Andere uitslagen in die competitie. Venlo Bloemendaal 1-7 en daarmee is Bloemendaal nu als eerste zeker van de play-offs. HDM Hattem 2-1, waarmee de ploeg uit Hattem officieel is gedegradeerd. Amsterdam Kampong 5-1, de Stichtse tegen Oranje-Zwart 1-1 en Klein-Zwitserland tegen Hurley 1-0. De stand is nu zo. Bloemendaal aan kop met 4 punten meer dan Oranje-Zwart. Zwart vervolgens Den Bosch, HGC, HDM. Amsterdam is 6e en de play-offs zijn voor Amsterdam heel ver weg. In de halve finales van de play-offs gespeeld. En daarin gaat het om 2 gewonnen wedstrijden. HGC kreeg bezoek van Bloemendaal. Bloemendaal had de competitie als nummer 1 afgesloten en heeft zodoende morgen het thuisvoordeel in de tweede wedstrijd tegen de nummer 4 HGC. Bloemendaal had in de competitie overigens nog niet gewonnen van HGC, maar kwam na 18 minuten door een juweel van een doelpunt van Remco van Wijk op 1-0 voor. Prachtige goal van de spits van Bloemendaal en van het Nederlands elftal. Vogels, de keeper van HGC, was kansloos. Maar daarna ging HGC serieus druk zetten. In de thuiswedstrijd waarin de ploeg dus het voordeel moest zien te behouden voor morgen. Een mooie vloeiende aanval wordt aangezet aan de rechterkant. Snel is Van Meer aangespeeld en achter in de cirkel staat Stefan Veen. Het superduo van HGC. Veen is in balbezit tussen al die sticks door. En hij brengt de stand weer gelijk. 1-1. Prachtige goal van Stefan Veen.
En toen ontspon zich een zeer aantrekkelijk hockeyduel. Met de Nooier die hier van de bal wordt gezet. En Bloemendaal dat in hoog tempo bleef spelen. Veel druk zetten op de verdediging van HGC. Hier maakt Van Wijk zijn tweede doelpunt uit een prachtige paas van Diederik van Wil. 2-1 voor Bloemendaal. En dat was ook de ruststand. Inmiddels in de tweede helft. Als Buma in de weg wordt gelopen en Bloemendaal een strafcorner krijgt. De tweede pas van de wedstrijd. Ook HGC kreeg er maar heel weinig en dus kon Lomans nauwelijks in stelling worden gebracht. Daar komt de corner met Van Wijk. Hij wordt langdurig rondgespeeld in de cirkel. En uiteindelijk Van Wijk weer bediend en die hoef je die kansen niet te geven. Zijn derde van de middag en Bloemendaal leidt met 3-1. En dat deed de ploeg goed. Eindelijk een voorsprong tegen HGC. Daarna wordt het ook nog 4-1 en 5-1. Door Buma en Jazet en Bloemendaal lijkt op rozen te zitten. Maar HGC haalt krachten te boven waarvan het zelf nauwelijks wist dat ze bestonden. Juul zorgt voor 2-5. Dit is Maurits Hendricks, nog heel even de coach van HGC. Straks alleen nog maar bondscoach. En zijn ploeg zette daarna dapper door tegen een aardig verdedigend Bloemendaal. Maar dat vooral mentaal zich nogal in de kaart liet kijken. Hier komt 3-5. Doelpunt McLennan. Evenals Juul, samen door Hendricks later in de ploeg gebracht als invallers. Want eigenlijk geloofde Hendricks er al niet meer in en gokte die op de wedstrijd van morgen. Maar HGC had dus krachten gevonden. Hier wordt opnieuw een vrije slagcel genomen en daar gaat 4-5. Maar toen was de koek op en morgen gaan ze verder. Bloemendaal leidt in de serie met 1-0. In de andere helft, na de officiële speeltijd en de verlenging, was de stand daar 3-3. Ten. We spelen met oranje-zwart tegen oranje-wit. Want zo mag je het wel zeggen. Oranje-zwart komt uit Eindhoven. Oranje-wit is Bloemendaal. Best of three. Eerste wedstrijd vandaag. De eerste die wint, die gaat altijd met het idee naar huis van... zal wel. John van Vliet was erbij. Bloemendaal had een week rust gehad omdat het vorige week in twee wedstrijden van HGC won. Terwijl oranje-zwart afgelopen woensdagavond nog een zwaar beladen duel speelde tegen landskampioen Den Bosch. Dat werd uiteindelijk 1-0 voor oranje-zwart. Mede doordat keeper Jozef Kramer van die club een strafbal keerde. Daar heeft u hem. En hij had vanmiddag in de eerste minuut onmiddellijk Remco van Wijk tegenover zich. Dat is dé man in vorm deze play-offs. Van Wijk scoorde vorige week 7 van de 10 en vanmiddag de eerste na een minuut spelen tegen Oranje-Zwart. Dat toen van heel ver moest komen, maar zich dapper, uiterst dapper verweerde. Hier aanvoerde Van Heeswijk, Mr. Oranje-Zwart, omdat hij al die jaren is gebleven. En uiteindelijk heel veel buitenlanders om zich heen zag komen. Waaronder Stacy en Shabazz, twee internationale toppers. Keeper Moraes moet hier redden, dan Stacy en die slaat keihard naast. De Australiër, die veel betekent voor Oranje-Zwart. Dat zoals gezegd dapper van zich afbeet. Marnix van Rijn met een kansje, dan opnieuw Allers. In een fase van de wedstrijd waarin Oranje-Zwart heel goed speelde. En bij Bloemendaal alle hens aan dek waren. Uiteindelijk komt er via scheidsrechter Ten Kate een strafcorner. En ook daar heeft Stacy een rol in. Het rechtstreekse schot is van de Australiër en komt dan uiteindelijk op de voet. En dus is er een strafbal. Terechte beslissing van scheidsrechter Ten Kate. Weer zo'n 5000 mensen die zien Sander van Heeswijk. En die doet dat heel erg cool. En zo is het weer 1-1. En daar had Oranje-Zwart wel recht op. En toen ontspon zich een zeer aantrekkelijk hockeyduel. Het golfde op en neer, mede doordat Bloemendaal snelle spitsen heeft. Hier bereikt Van Wijk Buma, mooie schijnbeweging. Maar het is de held van Eindhoven, Jozef Kramer, die zijn ploeg voorlopig overeind houdt. Van Heeswijk dan. Ook hij heeft een grote rol op het middenveld. En voor het eerst is Oranje-Zwart erin geslaagd om met hulp van al die buitenlanders een echt team te smeden. En Bloemendaal heeft zich ook de afgelopen jaren versterkt, maar dan met Nederlandse spelers. Het is dus een treffen tussen twee ploegen die goed inkochten. De een in het buitenland, de ander in Nederland. En daar is Bloemendaal een beetje het Feyenoord van de hockeywereld mee. Het deed verstandige zaken. Hier Van Rijn, eigen kweek. En die raakt de paal. Pech dus voor Oranje-Zwart. Dat wist dat het vanmiddag in ieder geval een resultaat neer moest zetten. Want komend weekend moet het twee keer naar Bloemendaal als er nog een derde wedstrijd nodig is. Dat is het voordeel van de ploeg die het hoogst eindigde. Michel van der Heuvel, de trainer van Oranje-Zwart, met de aanwijzingen. En dan Shabazz, die lange tijd onzichtbaar was, maar aan de bal nog steeds weergaloos is. Goed schot, goede actie ook van Shabazz, de redding van Moraes. Maar heel veel kansen waren er vanmiddag. Hier Bloemendaal erin aanvallen als Buma bereikt wordt. Niet helemaal goed aan kan nemen, maar uitstekend aflegt.
De dreiging dan. Achterlijn gezocht en daar gaat het uiteindelijk weer mis. Voorbereiding van Buma, uiteindelijk van de Meer die het niet af wist te ronden. Inmiddels in de tweede helft, bij die 1-1 stand, is het Van Heeswijk weer die opruimt. Hij was bijna over het hele veld te vinden. Daar Van Rijn, die enorm is gegroeid dit seizoen. Uitstekend is gaan spelen. Bal kwijt aan Van Weel. Een uiterst betrouwbare verdediger van Bloemendaal. Zo stonden eigenlijk wel de 22 beste van Nederland in de finale. Kansje weer hier vlak voor de goal. Maar opnieuw is het Kramer die overeind blijft. Zenuwslopend duel werd het. Hier de onderschepping van Shabazz en die is dan in één keer weg. 32 jaar, maar nog altijd een versnelling als in zijn jongste jaren. Van Rijn ziet hem gaan en Shabazz krijgt de stik niet tegen de bal aan. Pech voor Oranje-Zwart. Dat heel, heel knap in de wedstrijd was gebleven. Wiebel Wijzenbeek dan, met de lange corner. En uiteindelijk levert dat een strafcorner op. Scheidsrechter Schellekens gaf die terecht aan de Belg de Wamme. Stacy was dus de man van het directe schot. Er komt een variant met Van Heeswijk. Die wordt op de lijn aangeraakt. Maar uiteindelijk is er voordeel van Schellekens. En zo is het 2-1. Doelpuntenmaker Björn Fiedeldij. De man die woensdagavond Den Bosch velde met zijn doelpunt. Vandaag zijn broer zwaar geblesseerd. Zag afhaken, maar opnieuw trefzeker was voor Oranje-Zwart. En terecht ook heel erg blij. En dan moet Bloemendaal laten zien wat het waard is. De nummer 1 van de reguliere competitie. En daar heeft het de klasse voor in huis. Let op Remco van Wijk. Snoei en snoeihard. En zo is het 2-2. Zijn 9e goal in de play-offs. In zijn 3e wedstrijd. Nog een keer mooi in de draai. En dan met volle kracht die backhand in de lange hoek. En daar kan zelfs Kramer niets aan doen. Dan claimt Oranje-Zwart dat het met de bolle kant is. Maar dat was een kansloos protest. Shabazz is weer weg. Die weet dat er juist nu van hem wat verwacht wordt. Die basis moet zuiver, maar Van Rijn mist. En zo bleef het uiterst, uiterst spannend vanmiddag. Vrije slag nog Oranje-Zwart. Mooie variant. Van Heeswijk loopt weg en daar gaat de tip in de mist in. Want deze Hans Werps kreeg zijn sticker niet tegenaan. En dan is het na 70 minuten 2-2 en schrijft Bert Bunnik, de Bloemendaal-coach, een strijdplan voor de sudden death. 2 keer 7,5 minuut. Degene die scoort is winnaar van de eerste wedstrijd. En de kansen kwamen er voor Oranje-Zwart met hier de Wamme. En een prachtige redding van Moraes die op tijd zijn doel uitkomt. En daarmee Bloemendaal behoedt voor een 1-0 achterstand in de playoff-serie. En de tweede helft van de verlenging bracht eigenlijk ook nog maar 1 echte kans. En weer kwam hij op naam van Oranje-Zwart. Allers is degene die hem opzet. Van Weel stapt niet en haakt dan Allers. Vrije slag is er voor Oranje-Zwart, terwijl de klok wegtikt. Wijzenbeek hard naar binnen en hier valt hij voor Stacy, maar de Australiër schiet hem zeer kansrijke positie, maar hij schiet naast. En zo bleef het dus 2-2 en moesten strafballen de beslissing brengen. Shabazz deed er niet aan mee, legde zijn zoontje uit wat er ging gebeuren. De stand is 1-1 in de serie bij Björn Fiedeldij. Goede redding Moraes. Dan wordt er weer door beide ploegen gescoord en is het 2-2. Als Remco van Wijk zich op 6,40 meter meldt en doet wat hij moet doen. Een prachtige strafbal. 3-2 voor Bloemendaal. Van Heeswijk dan. Hij moet scoren, anders is Oranje-Zwart eraan. Een rolletje en Moraes gaat er overheen. Van Heeswijk doet dus ook zijn werk. 3-3. En dan komt het lot van Bloemendaal in handen van de hele jonge Vroger. Die doet het feilloos. Bloemendaal gaat met 1-0 aan de leiding in de finale van de play-offs. En kan het zaterdag thuis afmaken. Dat was hockey, nu gaan we naar vrouwenhandbal. Middag de beslissing vallen in de strijd om het landskampioenschap tussen Oranje-Zwart en Bloemendaal. In de finale, waarin het gaat om 2 gewonnen wedstrijden, won Bloemendaal de eerste wedstrijd. En het tweede duel was vanmiddag in Bloemendaal. Wijzenbeek. En die levert in. En niet zo zuinig ook. Van Wijk nu. En prachtig vrijgespeeld, de Nooier 1-0. En dit was precies wat Oranje-Zwart vreesde. 5e minuut van de wedstrijd komt Bloemendaal op voorsprong. Wijzenbeek, daar die lange bal, schitterende goal. Het antwoord van Oranje-Zwart is 1,5 minuut later al met Max Allers. Meijer op Vroger.
En een mooie paas van Vroger. Buma bereikt. Buma voor 2-1. Ja. Vrijgespeeld door Maarten Vroger. Goed afgerond door Jaap Derk Buma. Uiterst sportief duel overigens. Er is nog geen kaart gegeven door beide scheidsrechters. Terwijl beide ploegen een aantal notoire lastpakken hebben. Opnieuw de corner. Stopfout van Menno Boy. Corner nummer 4 voor Oranje-Zwart. Wijsenbeek met het schot. Raak. 2-2. Hij doet het dus. Bij afwezigheid van Stacy. Van het land. Is er niet. Want Elders geeft aan dat er uitgeslagen moet worden. JAZ lijkt hem aan te raken. Maar het is volgens mij de verdediger en dus telt de goal niet. En dan zou Elders, die er met zijn neus bovenop stond, gelijk hebben. En die consulteert nu zijn collega van Red. En die zegt, het is JAZ geweest, het is 3-2. Shabas nog een keer. Van Heeswijk. Alles gaat nog een keer uit de kast. Geen corner. Van Heeswijk heeft hem terug. En uiteindelijk wordt hij dan toch nog verspeeld achterin bij Bloemendaal. En komt er nog een strafcorner. De vierde schoot Wibo Wijsenbeek snoeihard raak. Dit wordt nummer 5. En weer is het Wijsenbeek en weer is het raak. Het wordt verlengen. Bij een 3-3 stand. Net buiten de 23 meterlijn de vrije slag van Wijsenbeek. En de goal. En de derde wedstrijd is een feit. In het winnende tussen Oranje-Zwart en Bloemendaal. In de finale, en het gaat om 2 gewonnen wedstrijden, won Bloemendaal het eerste duel. De tweede wedstrijd was vanmiddag in Bloemendaal met John van Vliet. Wijsenbeek. En die levert in. En niet zo zuinig ook. Van Wijk nu. En prachtig vrijgespeeld. De Nooier 1-0. En dit was precies wat Oranje-Zwart vreesde. 5e minuut van de wedstrijd komt Bloemendaal op voorsprong. Wijsenbeek daar, die lange bal. Schitterende goal. Het antwoord van Oranje-Zwart is 1,5 minuut later al met Max Allers. Kijk, daar komt hij. Het is zijn wapen. En deze is loopzuiver. En Allers duikt uitstekend de dip in. En ook Moraes had geen kans. Binnen 2 minuten is het weer 1-1. Meijer op Vroger. En een mooie paas van Vroger. Buma bereikt. Buma voor 2-1. Ja. Vrijgespeeld door Maarten Vroger. Goed afgerond door Jaap Derk Buma. Remco van Wijk naar de kant inmiddels. Hij heeft last van een hamstring. Hij is woedend. Wibo Wijsenbeek. Lange bal komt niet aan. Overname Buma. 4 man weg. Buma goed op de Nooier. De Nooier in de cirkel. Voor Kramer afgespeeld. En daar had hij moeten zitten. Wat verprutsen ze dat. Bloemendaal laat Oranje-Zwart het spel maken. Fiedeldij, Shabas. Meeuwse kwijt. Mooi laten liggen voor Van Rijn. Geen goede paas. De Nooier weg. Op volle snelheid. Vroger. Links is nog Buma. Daar verschijnt Buma. Lat! Uiterst sportief duel overigens. Er is nog geen kaart gegeven door beide scheidsrechters. Terwijl beide ploegen een aantal notoire lastpakken hebben. Opnieuw de corner. Stopfout van Menno Boy. Corner nummer 4 voor Oranje-Zwart. Wijsenbeek met het schot. Raak. 2-2. Hij doet het dus. Bij afwezigheid van Stacy. Van het land. Is er niet. Want Elders geeft aan dat er uitgeslagen moet worden.
AZ lijkt hem aan te raken. Maar het is volgens mij de verdediger en dus telt de goal niet. En dan zou Elders, die er met zijn neus bovenop stond, gelijk hebben. En die consulteert nu zijn collega van Red. En die zegt, het is AZ geweest, het is 3-2. En de stik van AZ is dus toch de laatste geweest. Shabas nog een keer. Van Heeswijk. Alles gaat nog een keer uit de kast. Geen corner. Van Heeswijk heeft hem terug. En uiteindelijk wordt hij dan toch nog verspeeld achterin bij Bloemendaal. En komt er nog een strafcorner. De vierde schoot Wibo Wijzenbeek snoeihard raak. Dit wordt nummer 5. En weer is het Wijzenbeek en weer is het raak. Het wordt verlengen bij een 3-3 stand. Bas. Weer die man lokken. Onmiddellijk die bal er langs en daar weer de ruimte zien. Goeie paas van Shabas Allers. En naast. Bijna was het al bekeken. Net buiten de 23 meterlijn de vrije slag van Wijzenbeek. En de goal. En de derde wedstrijd is een feit. Nu is helemaal niet zeker meer door deze goal. De golden goal in de verlenging. Marnix van Rijn, schitterende tip in de kruising. In de sudden death wordt het alsnog 4-3 voor Oranje-Zwart. Vind je dat jullie het weg hebben gegeven? We stonden op een gegeven moment 3-2. En toen zag je dat een verdediger van ons die bal op een van de voeten van onze eigen speler speelde. Dat werd een corner, dat werd een doelpunt. Ja, en 1 minuut daarna was het afgelopen. Op het fluitsignaal kregen we ook nog een corner in de verlenging. Dus hadden we de kans om de wedstrijd te winnen. Maar het zat er niet in. We hebben geknokt voor wat we waard waren. En morgen weer een wedstrijd. En zie je, in de playoffs kan alles gebeuren. Dus we kijken wel. Jij haakt geblesseerd af. Kan je morgen meedoen? De kans is niet zo heel erg groot. Ik heb last van mijn hamstring. Maar misschien nog 5 minuten mee kan spelen om één bal erin te slaan. We moeten maar even kijken. Maar de kans is niet zo heel. Heeft u het gevolgd? Verleden week Oranje-Zwart tegen Bloemendaal. Strafballen, Bloemendaal wint. Gisteren in Bloemendaal. Bloemendaal dacht landskampioen te worden. Oranje-Zwart komt terug in de tweede verlenging. Vandaag de derde wedstrijd. Wie dit wint is kampioen. Hoe spannend zou het worden? John van Vliet, help ons alsjeblieft. Twee trillers hadden beide elftallen er al op zitten. En vanmiddag moesten ze opnieuw diep in de zenuwen tasten. In een sensationele wedstrijd. De Pakistaan Shabas namens Oranje Zwart. De belangrijkste buitenlander toen Stacey plotseling deze week vertrok. En de eerste strafcorner van de wedstrijd komt op naam van de ploeg uit Eindhoven. Die nog gisteren als underdog was afgereisd. Maar vandaag door iedereen als favoriet werd bestempeld. De corner is voor Wibo Wijzenbeek. En die komt op een voet. Maar er wordt voordeel gegeven door Schellekens. En uiteindelijk slaat de Belg de Wamme de rebound er niet in. Oranje-Zwart speelde gedurfd. Het had gisteren alle schroom van zich afgeschud. Buma met de voorzet voor Bloemendaal. En die vliegt voorlangs bij Van Amerongen. Die de geblesseerde Remco van Wijk verving. De international scheurde gisteren zijn hamstring en kon niet meer meespelen. Al na 10 minuten overigens. En zo hadden beide ploegen een topper ingeleverd. Maar deze was er nog. Shabas, de Pakistaan. En hij drukte zijn stempel vaak op de wedstrijd. Hier Van Rijn, gelanceerd door Shabas. Goede redding van Moraes, de keeper van Bloemendaal. En het was opnieuw een zenuwenduel. Buma kreeg een zware taak omdat Van Wijk was weggevallen. Hij was de belangrijkste aanvaller van Bloemendaal. Hier geeft hij de bal mee aan Teun de Nooijer, die een prachtige breedtepaas aflevert en Menno Boy lanceert. Die komt dan heel ver in de cirkel, maar pusht de bal uiteindelijk voorlangs. En ook spits Vroger, die opnieuw veel indruk maakte, kon er niet aankomen. En zo bleef het dus uiterst lang 0-0. Fulton dan, de Zuid-Afrikaan van Oranje-Zwart, verstuurt een lange bal. Maar weer eens in de richting van Shabas. Weer een goede actie, weer een goede paas. En langzaam kroop Oranje-Zwart richting het doel van Bloemendaal. Moraes, weer de keeper van Bloemendaal, die de inzet van de Wamme weghaalde. Dan de breedtebal van Buma. En heel veel ruimte ontstond, omdat ook de vermoeidheid bij beide ploegen een rol ging spelen. Die gisteren dus ook tot de bodem waren gegaan in een verlenging. Hier een kansje voor invaller Wiese. En die krijgt zijn backhand er niet goed tegenaan. De keeper Kramer van Oranje-Zwart sloot de korte hoek goed af.
Zo golfde het op en neer en is het weer de Nooier die wordt gelanceerd. Goeie paas in de breedte op Vroger, die gedurfd met de bal soleert en uiteindelijk met een gelukje terug bij de Nooier. Ook hij vervulde een belangrijke rol. De tip-in van Vroger is dan uiteindelijk net iets te kort. Daan Meijer, linksachter van Bloemendaal, die dit weekend zeer veel indruk maakte en hier ongebruikelijk een bal inleverde. Maar het wordt hersteld door de Nooier, die er als een haas vandoor is en een gooi krijgt van de Wamme. En de Wamme krijgt dan van de uitstekend leidende scheidsrechter Von Red de gele kaart. 10 minuten moet Oranje-Zwart verder met 10 man. Op een cruciaal moment in de wedstrijd. Een moment waarop het buigen of barsten wordt en waar 1 doelpunt beslissend lijkt te worden. Jazet met de vrije slag, een tip in en Kramer was nog op tijd, de keeper van Oranje-Zwart. Maar er komt nog een strafcorner. En de Nooier was daar blij mee. Woede bij de spelers van Oranje-Zwart met aanvoerder Van Heeswijk die Schellekens raadpleegt. Maar de corner gaat gewoon door. Van Weel mocht slaan bij afwezigheid van Van Wijk. Ook dat leverde Bloemendaal nog in, het wapen van de strafcorner. Wijzenbeek dan met een lange bal ingeleverd. En opnieuw staat de verdediging van Oranje-Zwart dan onder druk. De Nooier, maar die loopt zich vast. En zo heeft Oranje-Zwart in ieder geval de 10 minuten met 10 man overleefd. Het powerplay van Bloemendaal leverde geen doelpunt op. Oranje-Zwart is dus weer compleet als Van Rijn er met de bal vandoor gaat. Hij speelde een heel, heel goed seizoen. Hij is duidelijk gegroeid, mocht debuteren in het Nederlands elftal. En op een belangrijk moment versiert hij een strafcorner. Wijzenbeek schoot gisteren 2 keer raak. Stacey deed dat het hele seizoen. Wijzenbeek nu de eerste inzet en de tweede op de paal. Dan nog een schotkans voor de Wamme. En dan is er eindelijk een doelpunt. Na 22 minuten in de tweede helft wordt het 1-0 voor Oranje-Zwart. En er zijn dan nog maar 13 minuten te spelen. Goed geschoten door de Wamme. Moraes had geen tijd meer om de benen te sluiten. En 13 minuten scheiden Oranje-Zwart dan nog van een historische landstitel. De ploeg investeerde veel onder leiding van voorzitter Velenturf. Trok buitenlanders aan en stak zijn nek uit. Hier een minuut later de kans voor Van der Meer. Die de bal in bezit houdt, een voorzet en daar wordt hij dan ingetikt door Vroger. Maar er is al gefloten en dus komt er een corner. De woede van Bloemendaal is begrijpelijk. Oranje-Zwart wil dat de corner niet doorgaat, maar opnieuw is dat protest kansloos. Weer Diederik van Weel, zijn schot en binnen een minuut is het weer gelijk. 1-1. Uiterst cool gedaan door Van Weel, die dus Van Wijk daar moest vervangen en alle verantwoordelijkheid nam en beloond zag. Wijzenbeek dan met een lange corner voor Oranje-Zwart en die komt ongelukkig op een voet in de verdediging. Zo is het weer aan de andere kant. Alle hens aan dek. 5 minuten voor tijd, de corner van Oranje-Zwart. Wijzenbeek met het schot, raak. 5 minuten nog voor de landstitel. Goeie goal van Wijzenbeek, die zich dit weekend heeft laten gelden als een uitstekende cornerschutter. Want op dit soort momenten moet je er staan en Wijzenbeek stond er. Prachtige goal, 2-1 voor Oranje-Zwart. 5 minuten nog te spelen. Maar in deze wedstrijdenreeks was niets te voorspellen. En dus ook de afloop van deze wedstrijd niet. 2 minuten staan er nog op de klok als Van het Land de aanval opzet. Zich vastloopt en uiteindelijk de voet van Van Heeswijk heeft gevonden. Vrije slag voor Bloemendaal met Jazet. Mee naar voren gekomen de libero. En daar wordt hij getipt door Menno Boy. Het was niet te voorspellen, het bleef niet te voorspellen. 2-2 in de reguliere speeltijd van 70 minuten. Goeie vrije slag van Jazet, goede tip in van Boy. En zo leek het op een verlenging af te stevenen. Maar Bloemendaal wilde geen verlenging. Buma gaat er met de bal vandoor. De allerlaatste seconden van de klok tikken weg. Paas op Van het Land, maar die raakt de zijkant van de goal. Dus kwam er opnieuw een verlenging voor de 3e keer in successie. Oranje-Zwart was de enige die in de verlenging wist te winnen. Vorige week dus Bloemendaal na strafballen. Er kwamen kansjes in de verlenging. En de grootste kwam op naam van Bloemendaal. Hier wordt de aanval opgezet door Wiese. Weer wordt Buma gezocht. Hij moest al het belangrijke werk in zijn eentje doen. Hij ziet daar helemaal vrij Vroger en Kramer redt dan weer. Dus opnieuw geen beslissing. Want er werd niet gescoord meer in de verlenging. En dus zou het landskampioenschap vanaf de strafbalstip beslist worden. Fulton voor Oranje-Zwart in de beslissende serie. Op de paal. En Moraes was daar heel erg blij mee. De Zuid-Afrikaan niet. Buma dan met de eerste voor Bloemendaal. Raak. Een 1-0 voorsprong. En de blijdschap was natuurlijk groot. Van Heeswijk voor Oranje-Zwart met de tweede. Op de andere paal. Hoeveel pech kun je hebben? Van Heeswijk dus niet. En toen kwam Bart van der Meer.
die als invaller niet al te veel speelde, maar uiterst koel een strafbalminuut. 2-0 voor Bloemendaal, dat zit op rozen. Kramer stopt er dan nog een van de Bloemendaal-spelers en Shabas moet dan de laatste voor Oranje-Zwart nemen. Zo wordt het 3-3 in de serie. En ligt het landskampioenschap van Bloemendaal op de schouders van Teun de Nooijer. Vorig jaar besliste hij de WK door de golden goal te maken. Nu beslist hij het landskampioenschap. Vorige week zat de Nooijer niet in de serie, maar hij vond dat door de afwezigheid van Van Wijk hij nu zijn verantwoordelijkheid moest nemen. Maar uiteindelijk, zei de Nooijer, had het allemaal wel erg lang geduurd voordat de titel binnen was. Eigenlijk vind ik dat wij het zowel gisteren als vandaag hebben laten liggen. En ja, we hebben zoveel kansen gehad en die maak je dan niet. Dus wat dat betreft had ik zoiets van voor de stadballen zoiets van nou, ik ben benieuwd. Als je het laat liggen dan verdien je het eigenlijk niet. Maar het is verdiend gewoon. Ga je nu doen? Ja, ik ga zo meteen de beker in de vangst nemen en dan gaan we het clubhuis in. En dan mag de muziek aan en dan gaan we lekker wat drinken, denk ik. Ik moet gaan. En dat is Van Stechtse met 4 tegen 1. En vandaag moest er tegen Kampong gespeeld worden. De ploeg uit Utrecht staat vijfde overigens. John van Vliet trok zijn hockeyduffel aan en komt hier met zijn commentaar. En ook Kampong had zijn eerste wedstrijd in het dubbelweekeinde gewonnen. Thuis werd het 2-1 tegen Hurley. Maar de ploeg in het blauw begon vanmiddag zeer verlegen tegen de landskampioen in het oranje. Hier slordig balverlies al na 3 minuten. International Van Wijk ziet Wiese vrijstaan. En met een gelukje komt de bal voor zijn stik. Rutger Wiese 1-0 na krap 3 minuten spelen. En dan wordt het voor het zeer jonge Kampong een moeilijke wedstrijd. Hier een tip-in kans voor Jansen. Vlak langs het doel van Morees. Vorig jaar was Kampong bij de A-junioren landskampioen. En coach Reinoud Wolf hoopt met die ploeg verder te bouwen. Hier Langhout, een van de wat oudere spelers, op zijn stik geslagen. En de strafcorner voor Kampong. Dat de schroom aardig van zich leek af te gooien. Daar Langhout aan de basis van deze strafcorner. Van Essenveld geeft ze aan. De sleeppush en de redding van Morees tot 2 keer toe, die ook goed bij de rebound zit. En daarmee is een ploeg overeind gehouden. Dit is Reinoud Wolf, de coach van Kampong, ex-coach van Hurley. Wild verdedigt dan in de cirkel bij Kampong en een nieuwe kans voor Bloemendaal via de strafcorner. Teun de Nooijer, één van de internationals, één van de 5 maar liefst bij Bloemendaal. De corners zijn voor Van Wijk met het schot, goede redding van Wagemans en goed uitverdedigd. De aanval loopt dan verder. En Bloemendaal krijgt wat ruimte om op te bouwen omdat de spelers van Kampong blijven staan. Hier de Nooijer en die krijgt uiteindelijk de vrije slag mee. Daar komt Van Wijk voor. Hij kan hard en vooral vlak slaan. En die heeft achterin Jazet zien verschijnen en zo is het 2-0. De suprematie van de landskampioen tot uiting gebracht in een prima goal van de libero Jazet. Die toch nog in de buurt was na die strafcorner. 2-0 bij rust en in Bloemendaal staan bij dit mooie weer zelfs de koeien nog niet op stal. Tweede helft dan. Met opnieuw Bloemendaal dat het initiatief al vroeg in handen kreeg. Zeer fraaie combinatie, overstapje van Wiese. Balbezit van Wijk, de Nooijer, terug bij Wiese. Maar die draait zich uiteindelijk vast. En zo komt Kampong goed weg. Ploeg uit Utrecht speelde af en toe veel te veel met respect tegenover Bloemendaal. Het weigerde echt van zich af te bijten en daardoor kon er vrij gecombineerd worden. 1 minuut na rust. Van Wijk let goed op. Trekt hem in de cirkel en prachtig met zijn backhand. 3-0. Schitterende goal van Remco van Wijk. Volop gebruikmakend van de nieuwe regel. Waarbij alle kanten van de stick behalve de bolle kant gebruikt mag worden. Maar dus wel de beide zijkanten. En daarmee kun je hard met de backhand slaan. De Nooijer wipt de bal in de legarts van keeper Wagemans. De Nooijer nu wel aan het begin van het seizoen bij Bloemendaal spelend. Vorig jaar nog in Duitsland de eerste paar wedstrijden. Daarna ging het vrolijk verder. Let op Van Wijk. Weer die backhand. Wagemans weer verrast. En zo is het 4-0. En is de wedstrijd echt helemaal gespeeld. 2 prima goals van Van Wijk direct na rust. Inmiddels heeft hij er 10 gescoord al in deze competitie. Als het dan echt gedaan is en Bloemendaal denkt wat gallery play te gaan spelen, komt Kampong ook nog een aantal keren naar voren. Hier krijgt het opnieuw de strafcorner op de voeten van Van Weel. De 18e man van het Nederlands team, volop spelend bij Bloemendaal. Overstapje was er en Berry Jansen maakt er 4-1 van.
Heel nuttig overstapje van Langkout. Het lijkt op afhouden, maar scheidsrechter Kleinagelvoort geeft dat niet. 4-1 dus, en tot woede van coach Bert Bunnik van Bloemendaal zoekt iedereen daarna zelf de beslissing in plaats van samen te blijven spelen. Van Wijk, weer die backhand, nu Wagemans. Bal komt nog een keer terug en Smolenaar schiet hem voorlangs. Hij was in Italië, maar zijn contract werd door geldgebrek niet verlengd. Nu weer terug bij Bloemendaal. Dan nog een keer Kampong. Goed vrijgemaakt. En een heel simpel intikkertje voor Langkout. 4-2. Scoren op het moment dat het er eigenlijk niet meer toe deed. Dat was de rol voor Langkout vanmiddag. En Morees toch nog twee keer gepasseerd. Mooiste bleef bewaard tot het einde. Lange bal van Jazet. Van der Meer, de Nooier. En let op de actie van Remco van Wijk. Hij lokt de verdediger uit een hele moeilijke hoek. Schitterende goal, 5-2. 11 keer heeft Remco van Wijk gescoord. En de laatste betekende zijn hattrick. En was zo mooi dat hij nog één keer is te zien. Bloemendaal de landskampioen. Veel te sterk voor Kampong. 5-2. We gaan naar de cijfers kijken van de zondag bij de hockeyers. Hier staan ze. HDM tegen Den Bosch wordt 1-0. Hurley en HGC keurig in evenwicht. Na een bijster interessante 0-0. Oranje-zwart tegen de Stichtse wordt 3-1. KZ wint van Tilburg met 2-1. En Amsterdam met 3 doelpunten van de Pakistan Abbas, die overigens weer weggaat, wint met 6-1 van MEP. Dan gaan we naar de stand toe. Bloemendaal. Alle punten gehaald, 15. Vijf daarachter al Amsterdam en KZ. En dan is er een gat al met HGC, HDM en Oranje-Zwart. Beide ploegen tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Maar Oranje-Zwart is de competitie slecht begonnen. De Eindhovense ploeg staat na 6 wedstrijden 8e. John van Vliet kwam enthousiast terug uit Bloemendaal met de beelden en doet verslag. Bloemendaal was vorig jaar de gelukkigste in die play-off finales, maar wist toen op eigen veld twee keer niet van Oranje-Zwart te winnen. Het werd uiteindelijk via strafballen. Vanmiddag begon Bloemendaal zeer sterk. Prachtige voorbereiding van de Nooier, minstens zo fraai afgemaakt door Van Wijk. Na 1 minuut en 26 seconden spelen is het 1-0 voor Bloemendaal. Fraaie passeerbeweging van Van Wijk om Kramer heen. Goed begin dus van Bloemendaal, dat zo aardig in de wedstrijd kwam. En Oranje-Zwart leek geschrokken van die bliksemstart. Wiebo Wijzenbeek levert in bij Van der Meer en hij geeft de bal mee aan de Nooier. Die kun je om een boodschap sturen. Prachtige bewegingen. Prachtig afgelegd door Buma. En daar is de 2-0 na ruim 5 minuten spelen. En alle ellende die Oranje-Zwart dit seizoen al kende, leek zich vanmiddag in het kwadraat opnieuw af te spelen. 2-0 dus via Buma. En bij Oranje-Zwart gingen toen de koppies naar beneden. Maar een aantal spelers hoort dan op te staan, waaronder met nummer 9 Piet Hein Gerens. Deze zomer gekomen van Den Bosch, een veel bekritiseerde overgang. Van Rijn opnieuw op Gerens en de strafcorner voor Oranje-Zwart van scheidsrechter Van Putten. Wiebo Wijzenbeek is de man die de corners voor zijn rekening neemt. Hier een variant met Van Heeswijk alsnog Wijzenbeek en een prachtige redding van André Morees, de doelman van Bloemendaal. Dan onmiddellijk aan de andere kant, deze kant. Van der Meer schiet hard op Kramer. En zo speelde zich een sensationele eerste helft af, waarin het spel op en neer golfde. Vrije slag van Wijzenbeek komt in de cirkel. Daar is Piet Hein Gerens. En zo hard maak je ze bijna nooit. Goeie goal van Gerens, die niets van felicitaties wil weten, maar onmiddellijk verder wil. Maar deze zat er goed in. En Morees was er confuus van. Oranje-Zwart speelt nog altijd zonder de Australiër Stacey, die pas deze week zal arriveren en tot de winterstop maar blijft. Maar in ieder geval aan Oranje-Zwart heeft gezegd dat hij na de Olympische Spelen volgend jaar 2 volle seizoenen komt spelen. En ook daarom nu slechts een gedeelte welkom is in Eindhoven. De corner dan van Wijzenbeek, hard op de lat. En de rebound van Van Heeswijk naast. En zo waren er toch kansen voor Oranje-Zwart om na die vroege achterstand weer op gelijke hoogte te komen. Pim Wijzenbeek dan. Voor Oranje-Zwart dat zich dapper terugvocht. Gerens en hier de Belg de Wamme. Morees zag de bal niet, maar stopte hem wel. En daar had Oranje-Zwart opnieuw gelijk moeten maken. Bloemendaal dus overeind. Zeker door enkele mooie reddingen van Morees. Diederik van Wil dan. Goeie paas. Meegegeven aan Wiese, maar Kramer stond hem in de weg. Het bleef dus zeer, zeer hoog niveau. En met name ook in een zeer hoog tempo. Hier de Nooier.
plukt de bal af bij Max Allers. Overtreding op Teun de Nooijer. Wijzenbeek loopt in de weg. De Nooijer gaat terug. Krijgt hem van Van der Meer. Van der Meer komt dan naar binnen. Prachtige paas van de Nooijer. En de aanval verder hier bij Wiese. En die doet het heel cool oog in oog met Kramer. Zo is het 3-1. En zijn er pas 21 minuten gespeeld. Rutger Wiese dus uiterst efficiënt in de afronding. Wijzenbeek met schouders naar beneden. Hier Van Wijk met een waanzinnig slechte paas recht in de stick van Shabas. Die gaat langs Van Weel, trekt de bal in de cirkel en schiet dan niet hard, maar wel heel erg zuiver 3-2 binnen. Goeie goal van de Pakistaan die pas veel later dit seizoen arriveerde door allerlei visumproblemen. 3-2 en Van Wijk mocht een assist bijschrijven, maar zal deze snel willen vergeten. Hier weer de Nooijer en de tip-in van Van Wijk die zijn fout had goed kunnen maken, maar de paal slechts trof. Nog altijd is het 3-2, actie dan van Teun de Nooijer. Op de eigen 23 meter lijn begonnen. Helemaal onderweg naar de cirkel. Niemand pakt hem aan. En zo is het voor rust 4-2. Makkelijke goal voor de Nooijer die tot zijn verbazing zal hebben gezien dat eigenlijk niemand hem meer aanpakte, maar allemaal opzij stapte. En zelfs Kramer is dan kansloos. Bloemendaal dus met een voorsprong de kleedkamer in. Na de rust, Shabas in actie voor Oranje-Zwart. Van Rijn, een van de internationals die deze week in Egypte was. Geers was daar ook, maar die miste riante kansen op 4-3. En dat zou Oranje-Zwart uiteindelijk duur komen te staan. Hier de tegenaanval van Bloemendaal met Meijer. En Buma, die blijft goed kijken. Meijer meegegaan, Van der Meer, die is niet zelfzuchtig. En daar is de 5-2 wederom van Buma. Prachtig uitgespeelde aanval van Bloemendaal, dat vanmiddag de baas was over Oranje-Zwart. En zo ruim afstand nam van de finalist van het landskampioenschap vorig jaar. Inmiddels bedraagt het verschil op de ranglijst 11 punten. En Oranje-Zwart heeft vanaf volgende week met Stacey nog heel veel werk te doen om in ieder geval de play-offs veilig te stellen. Maar alles zal er in Eindhoven gebeuren, want de ploeg wil dit seizoen niet het lachertje worden. Backhand nog van Geres aan de buitenkant van de paal. En Bloemendaal had inmiddels verzuimd veel ruimer weg te lopen van Oranje-Zwart. Het kreeg handen vol kansen, waarvan hier de grootste komt voor Smolenaars. Maar die schoot over en zo bleef het tussen Bloemendaal en Oranje-Zwart 5-2 voor de landskampioen. En hier volgen de overige uitslagen. De eerste wedstrijd heeft u dus gezien. 5-2 voor Bloemendaal. HDM Amsterdam 3-4. Hurley HCKZ 2-2. SCAC tegen Den Bosch 2-5. Kampong Tilburg 1-0. En HGC MEP 3-2. De stand. Bloemendaal aan de leiding met... Tweede met 2 punten achterstand. Amsterdam kreeg HGC op bezoek en HGC staat derde. Misschien dat ze iets geleerd hebben van MVV tegen AZ. John van Vliet. Amsterdam is onder leiding van de nieuwe coach Tom Wisse weer een gretige ploeg geworden. Die vecht voor elke meter en weet wat aanvallen is. Zoals hier Maarten Eikelboom. Gaat goed in de richting van het doel van Guus Vogels, maar schiet nog naast. Dat was in de 12e minuut. Doorgaan, haat de cirkel in. Vogels is zijn doel uit, maar Eikelboom scoort. 1-0. Nog geen minuut later dan de vrije slag van Rogier van het Hek. En weer is het Eikelboom via de tip in die er 2-0 van maakt. En omdat het zo snel ging, laten we het nog eens zien. Ingeslagen van het Hek en via de stick. Geen enkele kans voor Vogels. Wat is dan het antwoord van HGC? Bram Lomans lijkt de bal te verspelen, maar krijgt steun en rugdekking. Tycho van Meer neemt aan, tikt ineens door op Stefan Veen. Die heeft de versnelling in huis en uit een onmogelijke hoek maakt hij er 2-1 van. De klasse toch van deze topspeler. Nogmaals de actie. Iedereen loopt mee, een complete verdediging, maar ze kunnen hem niet deren. Wouter Damman op Frank Rutgers, Rutgers op Rogier van het Hek, een bedachtzame opzet bij Amsterdam. Dan wordt de bal verspeeld en natuurlijk bij wie? Bij Stefan Veen. Daar gaat hij opnieuw, haalt vernietigend uit en dan is het ineens 2-2. Je kunt deze speler zulke kansen niet geven, want de Van Veen in vorm is niet te stoppen. HGC besluit dan door te gaan en voor rust te proberen de voorsprong te nemen. Stefan Veen opnieuw. Gaat in de richting van de cirkel, ziet daar Ronald Brouwer lopen. Die ziet op zijn beurt Tycho van Meer. Tycho van Meer neemt goed aan en vindt op de rand van de cirkel Jan-Willem Neuberg.
Die haalt vernietigend hard uit, maar slaat naast het doel van Klaas Vering. Het blijft dus 2-2. Eerste minuut na rust. Vrije slag Rogier van het Hek. En weer staat Eikelboom op de goede plaats. En dan is het 3-2. Prima wedstrijd van twee ploegen die de aanval zoeken. Hier nogmaals de actie en de tip in van Eikelboom. Dit is coach Tom Wisse. Die ziet dat zijn ploeg in de aanval blijft. Weliswaar wordt hier uitverdedigd door Lohmans. Dan wordt de bal onderschept door Timmer Hoying. Timmer Hoying gaat in de richting van de cirkel. Dan loopt iedereen te kijken en kan hij dus door op keeper Vogels. Die haalt hem onderuit en dat betekent onvermijdelijk de strafcorner. Het is de derde in de wedstrijd en Frank Rutgers mag het doen. Met de sleeppush, zoals hij dat vorige week tegen HDM ook twee keer deed. Hij maakt er 4-2 van. Rogier van het Hek vindt Maarten Eikelboom. Die schudt zijn tegenstander af, ziet aan de binnenkant Danny Bree komen. Die gaat met reuzenpas in de richting van de cirkel. Komt er ook aan, maar wordt dan door Mark Kaptein onderuit gehaald. En dan is het opnieuw een strafcorner. En dan kan Rutgers laten zien dat vakantieganger Sohail Abbas niet gemist wordt. De Pakistaan moest het doen en het blijkt dat Rutgers het ook kan. Dat wordt nog leuk als die Paki terugkomt. 5-2 en weer dus Rutgers. En omdat hij zo mooi is, kijken we nog eens. Amsterdam verhoudt de voorsprong 5-2. En dan lijkt de achterstand onoverbrugbaar voor HGC. Maar misschien kan het dan toch nog. Hier via Rob Short. Gaat de cirkel in. Mark Kaptein. Goed de cirkel in. En daar staat Daan Brennekmeijer. En met een heel leed balletje maakt hij er 5-3 van. Brennekmeijer ook lang geblesseerd geweest. Amsterdam dan weer, want het spel golfde heen en weer. Geeft de volgende strafcorner weg via de voet van Bram Lohmans. Rutgers staat opnieuw op scherp. De stop is van wind. Rutgers speelt in. Het voetje van Mark Kaptein op de lijn en dus een strafbal. Goed gezien door scheidsrechter Clemens ten Brink. Eikelboom had er al 3. Hij mag naar voren komen voor die strafbal om er 4 van te maken. En Sonja Thoman, de coach van HGC, vermoedt dat het wel eens een nederlaag zou kunnen worden. Eikelboom doet wat van hem gevraagd wordt en brengt de stand op 6-3. 5 doelpunten in 12 minuten. En dan HGC weer hier via Maarten Burgers komt in de cirkel. En dan een onoverzichtelijke situatie waar Ronald Brouwer als beste uitkomt. Hij maakt er 6-4 van. Twee ploegen die alsmaar de aanval zoeken. En dat maakt het natuurlijk wel erg leuk. Geen enkele kans voor keeper Vering die overkwam van Alkmaar. Even daarna is er dan een strafcorner. Lohmans krijgt de kans. Het is de tweede voor hem. En dit keer is het raak 6-5. Zit er dan nog een gelijkspel in? Mark Kaptein vindt Ronald Brouwer. Die haalt uit, maar Vering staat op de goede plek. En dus wint Amsterdam met 6-5 in een prachtig doelpuntrijk duel. En dan de lakens uitdelen. Ze staan bovenaan. En daaronder, goed voor play-off plaatsen, zijn HGC en Klein Zwitserland bezig. Twee Haagse ploegen. Die speelden vandaag tegen elkaar. En John van Vliet ging er kijken. KZ in de Bordeaux-rode shirts is voorlopig de verrassing in de hockeycompetitie. Vorig jaar ternauwernood aan de degradatie ontsnapt. Dit seizoen serieus meestrijdend om een plaats in de play-offs. En al voor vele tegenstanders een echt lastige ploeg gebleken. Een hechte eenheid heeft coach Joost Bellaert van KZ weten te smeden. Zonder echte uitblinkers, maar wel een ploeg die het dus iedereen lastig kan maken. Na een minuut of 7 de aanval van KZ, dat al 1 strafcorner heeft gehad. En hier de tweede krijgt omdat de bal opzettelijk over de achterlijn wordt gespeeld. Scheidsrechter Bruning gaf die corner weg aan de ploeg die iets verderop van HGC zijn thuishonk heeft. Take Takema is pas 19 jaar en is misschien wel het fenomeen bij KZ vanwege zijn beroemde sleeppushes. Hij en Lohmans dus van HGC zouden vanmiddag de wedstrijd gaan beslissen. Opnieuw Takema hier met zijn sleeppush en het is raak 1-0. Het vertrouwen in de pas 19-jarige is heel erg groot bij KZ. Hij debuteerde overigens onlangs in Egypte in het Nederlands team. KZ heeft ook nog 2 schotten in de ploeg. En ook die vormen een bedreiging. Hier de Australiër Meredith, de centrumspits. Goede combinatie. En dan uitstekend meeverdedigd door McLennan. Die goed op bleef letten bij de Greef. Ook een van de nieuwe spelers bij KZ. Overbodig bij SCAC. Nu een basisplaats in Den Haag. Dan Stefan Veen, onlangs uitgeroepen tot beste hockeyer van de wereld in een nieuwe verkiezing van de Internationale Hockeyfederatie. Veen hier
En dan de andere international, Tycho van Meer, die slaat de bal met de backhand over. Lichte blessure aan het dijbeen voor Van Meer en ook Veen had last van een kuitspier opgelopen woensdagavond in een oefenwedstrijd. Lomans dan geeft de bal aan Veen. Die begint op eigen helft met zijn grote wapen, de versnelling. Schitterend maakt hij ruimte. En met grote passen is hij in één keer aan de overkant en daar wordt hij op zijn stick geslagen. Strafbal, zegt scheidsrechter Gramkov. KZ is woedend, maar de beslissing van Gramkov is terecht. Veen dus vanaf de eigen helft gekomen, vlak voor het doel op zijn stick geslagen, opzettelijke overtreding en de kans om gelijk te maken. Veen doet het zelf tegenover de lange keeper Willems en pusht hem goed onder zijn lichaam, gelijkmaker. En aan de verbetenheid van Veen is al te zien dat HGC wist dat het vandaag moest winnen. Beide ploegen op 15 punten op de derde en vierde plaats. De verliezer haakt voorlopig even af in de strijd om de play-offs. Opnieuw een corner voor KZ, dat ze wat makkelijker kreeg dan HGC. Buiten de cirkel, zware straf. En ze blijven met Takema erg gevaarlijk. Hier hard op de paal, kans op de rebound. En hier uitstekend weggehaald door Friso Jiskoot. Groot talent, vorig jaar een jaartje gestopt Jiskoot. Nu weer vol gekozen voor hoofdklasse hockey bij HGC. Goede redding van hem, hij voorkwam de achterstand. Mooi die bal van de lijn geplukt. KZ was dapper, het speelde alles behalve counterhockey. Koos voor de aanval, koos om een overwinning af te dwingen. Hier weer iemand een duw en weer de corner voor KZ. Weer dus gevaar als Takema zich op de kop van de cirkel meldt. In totaal kreeg KZ overigens 11 corners. Takema hier met 2-1. Opnieuw rechts laag langs Vogels gepusht. Goede strafcorner van Takema. Ties Kruijzen is inmiddels na alle magere jaren bij KZ de voorzitter geworden. De ex-international doet tegenwoordig kunstjes met sigaren langs de lijn. Tweede helft inmiddels waarin KZ vol koos om op de aanval te spelen. Hier Meredith wat zelfzuchtig. Hij schiet de bal in het zijnet, had moeten kiezen voor de paas. Maar daaruit bleek al dat HCKZ per se wilde winnen. Maar dat gold zoals gezegd ook voor HGC. Dat na die achterstand in de tweede helft probeerde snel de gelijkmaker te forceren. Hier een corner voor HGC. De eerste pas in de wedstrijd. Terwijl KZ er in de eerste helft al 6 had gehad. Lomans is dus de man van de strafcorners bij HGC. Zijn sleeppush en op de lijn met sticks, de stick boven de schouder weggehaald. Opnieuw een strafbal voor HGC. En de beslissing van Bruning bleek terecht. Want de lijnstopper maakt zich klein en daardoor komt zijn stick boven de schouder. En zo voorkomt hij een zeker doelpunt. Het overleg tussen beide heren was niet nodig, want Bruning zijn waarneming was goed. Weer Veen, zelfde hoek en zo is het 2-2. En opnieuw geeft Veen aan zijn ploeggenoten aan dat het nog lang niet gedaan is. Dat HGC na de 6-5 nederlaag vorige week bij Amsterdam vanmiddag moest winnen. KZ dan met aanvoerder Greven. Hier in balbezit gekomen, Meredith komt schitterend gekaatst en in de korte hoek is het 3-2. Prachtig aanval, de enige veldgoal van de middag op naam van aanvoerder Schreven. In een uitstekende combinatie met Meredith. Een hardwerkende, veellopende spits die hier Schreven bediende. Vogels wist dat die bal uit onmogelijke hoek er eigenlijk niet in had gemogen. KZ daarna als een zeer ervaren ploeg niet terug voor de eigen goal gekropen, maar gewoon blijven aanvallen. En hier weer een strafcorner, de bal via Lomans omhoog gegaan. En de blijdschap geeft al aan hoe groot het vertrouwen in Takema is. De lijnverdedigers tegenover Takema en daar is hij met zijn derde van de middag. Goeie goal van Takema opnieuw. 4-2 is het dan. En voor HGC is de boot dan serieus aan. Want voor de tweede keer dreigt de ploeg te verliezen en pas dan blijkt ook dat HGC wat onverbiddelijks in het spel krijgt. Het kalval bijna verdronken en plotseling aanval op het doel van Willems. Die hier een goede redding verricht op het backhandschot van Short. Opnieuw dan HGC via Brouwer, een jeugdige spits uit Jong Oranje. Weer is het Willems die de korte hoek dicht houdt. Van Meer bemoeit zich er dan mee en Short en hier een wilde haal. Maar er was al gefloten voor een corner. De tweede van HGC pas. En coach Sonja Thoman was na afloop boos dat HGC zo moeilijk strafcorners kreeg. Daar waar KZ ze heel makkelijk leek te krijgen. Weer Lomans, die wacht dan lang. Bal lag niet stil.
Fraai kunststukje van Lomans en zo is het nog 4-3. Maar daarna hoefde het niet meer, want het eindsignaal klonk en let op de reactie van Lomans. Want zo voelde HGC zich vanmiddag. Met oranje, zwart en Bloemendaal te gaan, heeft het zware weken voor de boeg. We gaan kijken naar de andere uitslagen bij de mannen en daar de consequenties van de standaan van binnen. HDM tegen Oranje. Lux, Amsterdam staat bovenaan en die uit Bloemendaal zijn de regerend landskampioen. U hoort John van Vliet. Tot opluchting van de spelers uit Bloemendaal kon Erik Jazet gewoon weer meedoen. Geblesseerd aan zijn hamstring vorige week. Maar Bert Bunnik, de coach van de landskampioen, kon hem vandaag gewoon gebruiken. De noodklok had geluid bij Bloemendaal, want het verloor dit seizoen al 4 uitwedstrijden. En dan speel je niet makkelijk in het Wagenerstadion. Eerste kansje voor Rutger Wiese tegenover keeper Klaas Vering. Maar die hield zijn doel schoon. Van het land kwam er ook nog aan. Vering was de baas in deze situatie. Maar Bloemendaal had heel veel noten op zijn zang vanmiddag. Het wilde per se 3 punten halen, omdat anders de achterstand op Amsterdam veel te groot zou zijn geworden. 5 punten bedroeg hij tot vanmiddag. Moraes met de redding, de goal van Eikelboom ging niet door, want er was al shoot gemaakt. Bloemendaal had overigens dit seizoen al eens 5 punten voorsprong gehad op Amsterdam, maar heeft dus onderweg erg veel punten in uitwedstrijden verloren. Deze week greep de spelersgroep zelf in, kroop bij elkaar en had een lang en goed gesprek. Hier Teun de Nooier met een imponerende rush naar de overkant, maar opnieuw Wiese weet het dan niet af te maken. En ook Van Wijk kwam net te laat met zijn schot uit de korte hoek. Maar Bloemendaal was dus wel gedreven vanmiddag, maar faalde nogal eens in de afwerking. Evenals vorige week overigens toen het verloor bij HGC. Weer de Nooier. Nu maar eens zelf proberen. Goeie actie van de international. Hier oog in oog met Vering, maar dan voorlangs. En de krullen geven het antwoord al. Hij zat niet. De Nooier was opnieuw erg belangrijk voor de landskampioen. Van het hek hier, de libero van Amsterdam. En die levert heel slordig in. Bij Jaap Derk Buma, een van de internationals. Van Wijk is de andere. Maar die mist de overtuiging tegenover keeper Vering. Die dus op alle aanvallen van Bloemendaal het juiste antwoord had. Van het hek kwam met de schrik vrij na een hele slechte paas. Amsterdam af en toe counterend. Hier bijvoorbeeld via Bree. Maar de ploeg leek zich te verzoenen met een gelijkspel al heel vroeg. En liet Bloemendaal het spel maken. Westbroek joeg deze bal voorlangs. Weer slordig balverlies, nu van verdediger Erik Damman en weer Buma die profiteert. Alleen de Bruin is mee naar voren. Buma mag heel ver komen, bedient dan de Bruin. Die maakt het zichzelf moeilijk, terug bij Buma. Die schrikt daarvan, heeft nog een schot, maar de bal gaat opnieuw niet in de goal. En zo langzamerhand geloofden de Bloemendalers er zelf niet meer in. De echte overtuiging en het killersinstinct voor de goal ontbraken dus opnieuw. Daar weer de Nooier tussen 5 man, de bal goed vrijgemaakt, backhandschot, goede redding van Vering. Het heerlijke avondje voor Bloemendaal nog steeds niet aangebroken. Dan in de tweede helft. Hier de overtreding van Diederik van Weel, de vrije slag. Voor Amsterdam snel genomen, maar Westbroek niet zuiver in de aanname. Bloemendaal dus weer weg, opnieuw via Teun de Nooier. Goeie paas, Buma en daar Remco van Wijk, de internationals namen het initiatief. Hier Van Wijk met zijn schot voorlangs. En dan zijn er inmiddels 50 minuten gespeeld in een duel waar nog steeds geen strafcorner is gegeven. Amsterdam krijgt dan weer zicht op een resultaat en zicht op een hele grote voorsprong tegen Bloemendaal in punten. Hier het schot van Westbroek, de redding van André Moraes. Hij kreeg niet zo heel veel te doen, maar op de momenten dat het werd gevraagd was hij nadrukkelijk aanwezig. Bloemendaal weer met Remco van Wijk. Nu eens hij de aanval zelf opzettend. Om Damman heen. Nog altijd balbezit van Wijk. 3 man mee, toch de bal voor de goal. Vering haalt hem weg. Dan is er de inzet van Van het Land. En daar Van Wijk, 1,5 centimeter over de lijn. Maar ook die tellen en let op zijn reactie. Daar sprak een hoop frustratie uit. Het zat dus diep bij Bloemendaal. Het moest van ver komen. Maar Remco van Wijk, 9 minuten voor tijd met een heel belangrijk doelpunt. Eindelijk wordt dan Amsterdam wakker. Het weet dat zo Bloemendaal weer heel dichtbij komt. Dus neemt Eikelboom, een van de internationals, samen met Wind en de onlangs geselecteerde Hooying het initiatief. Eikelboom versiert hier de strafcorner. Tot woede van Bloemendaal dat begint te wankelen. Jazet gaat nog verhaal halen bij de leiding, maar Elders en Bruning hadden vanmiddag een sterke wedstrijd. Rutgers is de man van de corners bij Amsterdam. Maar hier heeft hij Moraes tegenover zich die weer Bloemendaal overeind houdt.
Amsterdam zou overigens vandaag weer gebruik gaan maken van de Pakistaan Abbas, maar die is geblesseerd in Pakistan achtergebleven, hoewel al zijn papieren voor zijn vergunning in orde waren. Amsterdam moet dus weer verder zonder Abbas en dat is voor de competitie ook wel wat eerlijker, want Abbas is er te veel en te vaak niet. Nieuwe Wemen mist dan tot grote woede van Eikelboom die bal wel had willen hebben. Maar het bleef dus lang 1-0. Nerveus kijkt Bert Bunnik op zijn horloge bij de allerlaatste vrije slag van de wedstrijd. Rogier van het Hek, de tip-in kans voor Eikelboom, maar weer Moraes en zo bleef het 1-0 voor Bloemendaal. Een hele belangrijke week met 3 punten afgesloten tot opluchting van Van Wijk. Nou, we hebben een aantal wedstrijden van elkaar verloren en dat, als het op een gegeven moment niet meer puur hockey in het op te lossen valt, dan moet je toch met elkaar gaan praten over wat voor dingen we kunnen veranderen om een beter resultaat te krijgen. En, want dat heeft gewerkt en zelfs tegen Amsterdam zie je dan dat je gewoon vanuit een wat mindere periode kunt toch presteren. En dat is heel positief voor ons. En jullie zijn donderdag bij elkaar gaan zitten met de hele groep, zonder de begeleiding. Harde woorden gevallen? Ja, we zijn wel heel direct geweest naar elkaar toe. Maar ik vind dat als je wat langer bij elkaar zit, dan moet het ook kunnen. En er zijn gewoon wat goede woorden gevallen. En iedereen heeft het gelukkig positief opgevat. En daarom heb je gewoon deze wedstrijd gewonnen. En de lijn naar boven die kan weer ingezet worden voor ons. En waar schortte het dan aan? Ja, misschien wat laksigheid, wat langer bovenaan staan. Iedereen vond het een beetje te makkelijk op. En je ziet gewoon dat de hoofdklassen zijn gewoon, hoe het elke wedstrijd moet je knallen. En vroeger was het zo dat je wel eens tegen een wat minder team kon je rustig spelen, maar de tijd is gewoon voorbij. Dus je moet elke week goed zijn, goed spelen en werken voor elkaar. En dat gebeurde bij ons op Rebben niet meer. Dus tijd voor een gesprekje en dat heeft gewerkt. Oh, nof. Ze wonnen vanmiddag met 1-0 bij Amsterdam. De andere uitslagen uit de hoofdklasse zijn zo. Klein Zwitserland tegen Oranje-Zwart werd 2-3. Oranje-Zwart stond bij rust nog met 2-0 achter. MEP tegen Hurley 3-3. Tilburg tegen HDM werd afgelast. SCHC tegen HGC 3-2. En Den Bosch tegen Kampong werd 2-2. De stand is nu zo dat Amsterdam nog wel koploper is. Dat Bloemendaal tot op 2 punten genaderd is. Net als Den Bosch. HGC, HCKZ en Oranje. Is Den Bosch een dark horse? Het is langzaam maar zeker naar de top geklommen. Den Bosch staat nu op de 3e plaats. Het heeft maar 2 punten minder dan de koploper. Dat is Amsterdam. Vanmiddag speelden de Bossenaren uit op Klein Zwitserland. In origine tegen Kampong spelen. En Kampong is een club die speelt onder de rook van de voetbalvereniging Utrecht. En wat zei ik nou een tijdje geleden over Utrecht? Die kunnen niet meer degraderen. En die kunnen geen Europees voetbal meer spelen. Wat gebeurt er met Kampong? Die zeggen wij zijn fideel. Wij gaan er niet meer uit. We kunnen ook geen kampioens meer. Hebben ook geen kampioensaspiraties meer. Lekker hè, als je dat weet. Hier is John van Vliet met zijn ongetwijfeld mooie verhaal. Het duel werd voorafgegaan door een play-offs. In de eerste halve finale won Den Bosch thuis van Amsterdam met 6-4. En de jeugdige Matthijs Brouwer scoorde 4 keer voor Den Bosch. De andere halve finale gaat tussen landskampioen Bloemendaal en HGC, dat zich zondag plaatste voor de play-offs door een 7-2 overwinning uit bij Bloemendaal. HGC thuis tegen Bloemendaal met het commentaar van John van Vliet. Er is de afgelopen week veel gespeculeerd over de plotselinge 7-2 nederlaag van Bloemendaal. De eerste thuisnederlaag van het seizoen. HGC begon goed met een kans voor Jiskoot en een prima reflex van Bloemendaal-keeper Moraes. Deze Jiskoot dus direct weer gevaarlijk voor HGC. Dan Bloemendaal via de Nooier die het spel moet verdelen bij de regerend landskampioen. Van het Land zoekt Van Wijk in de cirkel en via verdediger McLennan is de eerste strafcorner voor Bloemendaal daar. Dit is scheidsrechter Peter von Rett, die voor Nederland zal fluiten tijdens de Olympische Spelen. Afschuif is er met Buma. De goal wordt afgekeurd door von Rett, omdat de bal niet stil had gelegen bij de stop. HGC daarna met Lomans, die vastgezet wordt in de hoek van het veld, daar goed uitkomt. Dan van het Land kwijt is, de bal voorzet en uiteindelijk aanvoerder Van Weel die opruimt. Heel makkelijk weer teruggebracht. En opnieuw Lomans die de aanval opzet. Hier dan de kans voor Brouwer uit de draai. En weer een uitstekende reflex van Moraes. En uiteindelijk ging de rebound de mist in. Maar HGC was dus goed begonnen. De Nooier dan op volle snelheid met Buma nog voor zich. Die bedient hij in de ruimte. Buma over de achterlijn. En glijdend is daar de strafcorner opnieuw voor Bloemendaal. Van Rett had daar gelijk. De stop is nu wel goed, ziedend hard door Remco van Wijk binnengeschoten. 1-0 voor Bloemendaal. HGC dus verzuimd in de openingsfase te scoren uit een van die 2 kansen. Nog altijd spelend ook zonder Stefan Veen. Hier Burgers,
die door AZ de weg versperd wordt. Veen nog altijd last van een hamstringblessure. Het is zeer dubieus of hij in de halve finales nog uit zal komen voor HGC. Lange bal van Buma. Weggehaald door Vogels. Opnieuw de aanval namens HGC. Al vroeg gesmoord en dan Van Wijk op snelheid weg. En dan is Remco van Wijk levensgevaarlijk. Prachtige paas binnendoor. Buma afgegeven. En hier is het 2-0. Een juweel van een aanval. Afgerond door Teun de Nooier. Prachtige goal van de drie internationals van Bloemendaal. Van Wijk, de Nooier en Buma. Hier weer de Nooier die een hoge bal controleert. In een fase waarin Bloemendaal veel en veel sterker werd. Van Wijk haalt hem naar zijn favoriete backhand. Goede stop van Vogels. Reservekeeper van het Nederlands team. Slotema dan. Ingeleverd bij de Nooier. Die zet de aanval weer op met Buma. Die heeft wat geluk bij zijn passeerbeweging. En kan dan weer heel ver oprukken. Omdat er grote gaten vielen achter het middenveld bij HGC. Van Wijk in 1-2 bewegingen al die verdedigers kwijt. En Vogels houdt de korte hoek goed dicht. Zeer sterk spelend Bloemendaal in de eerste helft. Dan Burgers met de vrije slag. Opgepakt door de Nooier in de eigen cirkel. Met twee lichaamsschijnbewegingen twee mensen kwijt. Hij is over de middenlijn. Had Van der Meer al gezien die goed mee was gegaan. Daar Buma. Die lokt de verdediger mee. En dit is een juweel van een doelpunt opnieuw. Schitterend afgeronde counter. Nu via Van der Meer, Buma en de Nooier. Daar nog een keer Buma. Lokt die verdediger mee met de backhand terug. En in de lege goal scoort Bart van der Meer 3-0. En zo werd het missen van die eerste twee kansen voor HGC wel erg duur. Vlak voor de rust dan nog een keer Burgers voor Morees. Die zet de hoek goed dicht. En daarom ging Bloemendaal met een comfortabele 3-0 voorsprong de kleedkamer in. Bijna 2500 toeschouwers. Opnieuw een bewijs dat de play-offs bij het hockey echt leven. Tweede helft dan met Teun de Nooier tegenover McLennan. Eventjes geïrriteerd omdat de weg naar de goal werd afgesneden. Vrije slag van Van Wijk via Lomans naast getikt. Lomans nog altijd geblesseerd aan die pols. Over een goede week wordt hij geopereerd. Dan mist hij sowieso de finale mits HGC die haalt. Redding van Vogels opnieuw die ook een belangrijke rol speelde. Door de marge op 3 te houden. Paas van de Nooier prachtig gegeven. Van Wijk, Buma jagen op de bal. Vogels was erbij en uiteindelijk naastgeschoten door Boy. De goal was inmiddels leeg. Prachtige beweging dan van Vroger. Die nog een keer de bal verovert, maar zich uiteindelijk vastloopt. Maar de beweging was er een die er mocht zijn. Die aangaf dat Bloemendaal zich helemaal thuis voelde op het veld van HGC. Deze Vroger, kijk, daar de aanname. 180 graden om zijn as en de verdediger uitgespeeld. AZ dan speelt de lange bal. En die komt goed in de stik van Van Wijk. 2 tegen 1, links is Buma en die moet dan 4-0 maken. Maar de bal die huppelt langs de goal. Kansen, kansen, kansen kreeg Bloemendaal. Maar het verzuimde nog verder weg te lopen van HGC. Hier Tycho van Meer tegenover Morees. Ook die bal gaat voorlangs. En het werd steeds merkwaardiger dat Bloemendaal zondag met 7-2 verloor van dit HGC. Het gaf al aan dat er wel wat gebeurd moest zijn. Er was veel discussie over trainer Bert Bunnik of die volgend seizoen wel of niet moest blijven. En de spelers hebben zich daar te veel door af laten leiden. Dan de redding van Morees op een afschuifcorner op Brouwer. Lomans nam de corners niet zelf, maar koos voor de varianten via Brouwer. Weer de uitbraak van Bloemendaal met Van Wijk. Knap vrijgemaakt om Vogels heen en dan in het zijnet geschoten. Weer een kans op 4-0 verkeken. Maar het zal Bloemendaal ongetwijfeld veel vertrouwen hebben gegeven als het zondag thuis mag spelen tegen dit HGC. En de tweede wedstrijd winnen is dan genoeg voor een nieuwe plaats in de finale. Maar na afloop moest aanvoerder Van Weel toch wel toegeven dat er het nodige was gebeurd. En dat het nog geen wet van mede en pers is dat volgend jaar Bunnik voor de ploeg staat. Ja, ik denk dat elk team wel praat over wat ze het jaar erop willen doen. We hebben zeker als team daarover gesproken, maar het is niet zo dat het vertrouwen in Bert Bunnik is opgezegd. Maar het is wel zo dat hij voor jullie volgend jaar niet terug hoeft te komen. Ook dat is niet waar. Dus eigenlijk is het gewoon koek en ei. Zo ver wil ik ook niet gaan, maar ik denk dat het voorlopig wel koek en ei is. Ja.
voorlopig is tot en met het einde van de play-offs en de Europa Cup. Ja, dat zeker. En daarna kijken we weer verder. Wat ging er nu mis wat er zondag goed ging? Of andersom? Ja, ten eerste heeft Boemeda vandaag met een heel andere mentaliteit gehockeyd. Ze zijn er gewoon op 100% voor gegaan, op volle snelheid. En ja, daar is Boemeda gewoon een andere ploeg. Had je je daarop ingesteld? Had je verwacht dat zij wel anders zouden spelen? Natuurlijk, als je 7-2 op eigen veld verliest, dan ga je de volgende keer vol daarvoor. Dus daar hebben we volop gerekend. Maar Bloemendaal is gewoon een heel erg goede ploeg. En als zij op volle snelheid gaan spelen, is het heel erg moeilijk om echt de kansen te voorkomen. Verwijt je je ploeg nu iets? Nee, we hebben gewoon op 100% inzet gespeeld. En als je kijkt, we hebben in de eerste helft, zeker in de eerste 10 minuten, onze kansen gehad. Die hebben we niet gemaakt. En ergens zat het geluk, wat we afgelopen zondag wel hadden, dat zat vandaag niet mee. Het was dus eventjes net niks in de cirkel. En ja, de wedstrijd ziet er heel anders uit als je het 1-0 maakt in de vijfde minuut. Dus jullie hebben zondag gewoon als labbekakkers lopen spelen? Ja, uiteindelijk wel, denk ik, ja. Niet expres, absoluut niet, maar zo is het uiteindelijk wel geëindigd zondag. En wat hebben jullie daar van de week over gezegd tegen elkaar? Nou, dat het Bloemendaal onwaardig is en dat we dat gewoon recht moeten zetten. En ik denk dat vandaag deel 1 gelukt is, maar we hebben in ieder geval nog 1 wedstrijd en misschien nog wel 2. Zijn er harde woorden over gesproken? Redelijk. Niet echt dat we ruzie op de training hebben gestaan, maar ik denk dat de training opeens veel gemotiveerder is geweest deze week en dat we daardoor vandaag ook scherper hebben staan spelen. Ja, Bloemendaal in deze vorm is door geen enkele ploeg van Nederland te verslaan. Dat is gewoon zo. Maar Bloemendaal heeft ook momenten waar zij niet geconcentreerd hockeyen. En daar moet je de kansen die je krijgt gebruiken. Clubs is 1-1. In het Wageningenstadion was vanavond de beslissende wedstrijd. Sohail Abbas is de Pakistanse cornerschutter die door Amsterdam speciaal voor de play-offs is teruggehaald. En daar was niet het hele elftal blij mee, onder andere deze van het hek. Maar Abbas, op aandringen van de voorzitter ook, doet gewoon mee in de play-offs. Amsterdam verloor de eerste wedstrijd met 6-4 en won de tweede in de extra tijd met 3-2. En daarom dus deze extra wedstrijd. Balbezit voor Hooying en 1-0 in de eerste helft voor Amsterdam via international Martin Eikelboom. Hooying heel lang aan de bal, onbegrijpelijk dat hij ook nog voor kon komen. Dan de tweede helft met een sterker Den Bosch dat veel aanviel, lang aan kon dringen en de verdediging steeds verder terugdrong. Hier uiteindelijk de 1-1 terecht op dat moment van Olaf Bakker. En dan begint de wedstrijd eigenlijk weer helemaal opnieuw. Den Bosch bleef aanvallen, kreeg kansen. Nieuwe Wemen was hier namens Amsterdam. En dan is het 2-1 door Danny Bree. Amsterdam weer in de finale op dat moment. Heel veel spanning en sensatie, want Den Bosch knokte zich weer terug. En hier wordt het 2-2, het doelpunt van Matthijs Brouwer, die in de eerste wedstrijd al 4 keer scoorde. En toen sloeg de wedstrijd definitief op tilt. Hier, Abbas voor 3-2 met de tweede corner. Maar scheidsrechter Elders heeft iets anders gezien. Dus wordt er snel uitverdedigd, protesteert Amsterdam bij Elders. Is de bal inmiddels aan de andere kant en daar geeft Klein Nagelvoort een strafbal voor Den Bosch. 2-2 dus de stand, de woede bij Amsterdam begrijpelijk, want die telde de goal. En belangrijker, hadden gelijk, let maar op, daar gaat hij. In de goal zit de bal en dus was het 3-2 voor Amsterdam. Hij wordt echter afgekeurd. Heel veel discussie, want die bal moet ook nog van 6,40 meter door Den Bosch worden genomen. Klein Nagelvoort en Elders overleggen. Amsterdam overlegt, besluit toch de wedstrijd uit te spelen. Inmiddels zijn er ook nog andere zaken gebeurd, maar ligt de bal dus voor Den Bosch op de strafbalstip. En wordt het 3-2. De goal van Wijk. En dan is er heel veel over te doen nog. Want Amsterdam gaat natuurlijk nooit akkoord met deze uitslag. Den Bosch wint dus met 3-2. Maar het laatste woord is er zeker nog niet over gesproken. Het bestuurslid van Amsterdam, Joep Renningmeijer, legt uit wat er gebeurde. Abbas scoorde een zuivere corner in ons idee. Dat werd door de scheidsrechter niet gesignaleerd. Dus het was geen doelpunt. Waarna Jansen de stik oppakt, de keeper van Den Bosch, pakt de stik op van Peter Wind, een van onze spelers, en gooit de stik buiten het veld, in het publiek, ook nog een toeschouwer verwondend. En op datzelfde moment breekt Den Bosch uit en veroorzaakt een strafbal. Dus in plaats van 3-2 voor ons, krijgen zij een strafbal, terwijl een van onze spelers het spelen onmogelijk is gemaakt.
Wat zei de scheidsrechter? Die heb ik niet gesproken. Die was niet aanspreekbaar hierover. Maar wat we wel doen, en dat schijnt ook te kunnen, de normale competitiewedstrijden kun je niet protesteren. Dit is een wedstrijd die door de Hockeybond georganiseerd is. Bondswedstrijden kun je een protest indienen. Dus wij dienen een protest in. En wordt dus vervolgd. Bloemendaal zonder doelman Ronald Jansen begonnen. Jansen werd gisteren geschorst omdat hij in de halffinale een hockeystick in het publiek had gegooid. Drie wedstrijden kreeg Jansen, de maximale lengte van de play-off finale. En ook Mark Lammers, de nieuwe damesbondscoach, is er niet meer bij Den Bosch. Hij brak zijn pols. Dit is Juri Robeerst, de vervanger van Ronald Jansen in de goal van Den Bosch. Den Bosch begon goed aan het duel. Met hier Matthijs Brouwer, al vroeg in de wedstrijd, in de zevende minuut, met een prachtige actie en een schitterende backhand. En zo is het 1-0. Voor de nummer 3 uit de reguliere competitie tegen Bloemendaal, dat met overtuiging eerste werd en de landstitel verdedigt. Goeie actie van Jaap Derk Buma, hier Remco van Wijk door de benen van Robeerst, 1-1. Nog geen minuut na de openingstreffer van Den Bosch. En zo ontstond er dus een zeer aardig duel. Strafcorner voor Den Bosch weer iets later, 2-1. Doelpunt van Jeroen Delmee, rechtstreeks gepusht. En toen moest de landskampioen dus serieus aan de bak. Tegen een ploeg die zeer hecht speelde, die optimaal gemotiveerd was. Misschien ook wel een beetje door die schorsing van Jansen. Hier weer Buma, Vroger en de redding van Robeerst. Die wat twijfelachtig aan het duel was begonnen. Maar in de wedstrijd groeide. De lange bal dan van JAZ. Schitterende hoge bal, gecontroleerd door Van Wijk. Mooie actie van Wijk en hier van het land. En daar had absoluut de gelijkmaker moeten vallen. Gered overigens prachtig door Van der Weijden. Bloemendaal-coach Bert Bunnik was er niet echt gerust op, leek het. Want zijn ploeg was te veel afhankelijk van individuele acties. Het echte collectief ontbrak. Hier opnieuw Brouwer, lastig voor de defensie met Morees, de Bloemendaal-doelman. En de vrije slag voor Den Bosch van Van Wijk. En daar komt Raoul Ere met een geweldige tip in. Maakt hij er 3-1 van. Dat is Roger van Gent met rechts Antoine Siepman, de coach van Den Bosch. Van Gent is nu assistent. Onder hem werd Den Bosch landskampioen. Hier lijkt het 4-1. Maar scheidsrechter Ten Kate heeft afgefloten. Iets te vroeg voor de rebound van Van Wijk. De goal was absoluut terecht. Maar Ten Kate floot omdat de bal hoog terugkwam van Morees en geen voordeel gaf aan Den Bosch. 4-1 ging dus niet door. En toen kon Bloemendaal er weer in gaan geloven. De Nooier was weinig te zien in de tweede helft, maar heeft hier de 3-2 op zijn stick. Maar loopt de bal zelf naast. En dat was het probleem bij Bloemendaal, waar Buma de beste was van de internationals. Maar hij in zijn eentje kon het niet doen. Dus won Den Bosch de eerste wedstrijd en zal hij wel tevreden zijn. Vandaag volgde er een reactie uit Engeland van Alex Ferguson, de manager van Manchester United, de club die Van Nistelrooy zo graag had willen hebben. No, Fred, it's not good news. It's a cruciate knee injury, which is, you know, it's going to be a long time, probably 6 to 9 months maybe. And that's just the devastating news for the lad. This obviously, one would imagine, justifies your stance and Manchester United's stance in making all these stringent medical checks. Well, we had a doubt, and I don't, you know, it's we're not even pretending to be wise or anything like that. But in a case of such a high price of a transfer, then it's you've got to do the proper medicals. There was a doubt by your orthopedic as to the knee injury, and we wanted further tests. And I can understand Rood thinking about the European Championships, because who would want to miss that? But it's very sad it is broken down today. Some papers claimed that Van Nistelrooy pulled out of the deal. Others claimed that Manchester United pulled out of the deal. Can you shed some light on that? Who really pulled out? There was no one pulled out of the deal. What happened was that Rood didn't feel that an arthroscope was necessary. He also felt that it would jeopardise his chances of playing European Championships. And it's a fair point, because once you go into the knee, it's 4, 5, maybe 6 weeks recovery. And he didn't want to do that, and I can understand that. If I'd been in his position, I probably said the same thing.
For Manchester United, we just had to wait in the wings and see how he got on his rehabilitation. TK scheurde Van Nistelrooy gisteren zijn kruisband tijdens een hersteltraining. Ruim een half jaar komt hij niet aan voetballen toe. Het EK kan hij definitief uit zijn hoofd zetten. En ook zijn transfer naar Manchester United gaat in de koelkast. De manager van de Engelse landskampioen, Sir Alex Ferguson, reageerde vandaag als volgt op het landskampioenschap tegen Bloemendaal. Doelman Ronald Jansen ontbrak door een schorsing. Hij gooide tijdens de halve finale een stik in het publiek. Drie wedstrijden, de maximale lengte van de playoff-finale, schorsing voor Ronald Jansen. En ook Mark Lammers, de routinier, is er niet bij. Hij brak zijn pols in de halve finale. Dit is Jurie Robeers, de vervanger van Jansen in de goal van Den Bosch. Die meteen aan het begin van de wedstrijd liet zien dat hij dit seizoen maar heel weinig keepte. Er was wat twijfel. Roy Baks haalde de bal uiteindelijk onder hem vandaan. Zenuwachtige start van Jurie Robeers. En daar lagen de kansen voor Bloemendaal. Want die defensie was natuurlijk niet ingespeeld met deze keeper. Hier gaat het weer bijna mis. En haalt Raoul eerder de bal van de lijn. Die onder de legaards van deze Robeers doorging. De zenuwen waren begrijpelijk. Het is niet niks om de keeper van het Nederlands elftal te moeten vervangen. Daarna de eerste aanval van Den Bosch met hier Matthijs Brouwer. Heel jong, heel handig en zeer doeltreffend. Schitterende goal van Brouwer. Die ook in de halve finale tegen Amsterdam al vier keer scoorde. Prachtige actie. Goed, twee man opzij gezet. Dan langs twee liggende sticks. En met de backhand in de lange hoek achter deze keeper Moraes. 1-0 na 7 minuten voor Den Bosch. De nummer 3 uit de reguliere competitie. Hier Buma met een goede actie. Goed aangenomen door Van Wijk. En een minuut na de openingstreffer van Den Bosch is het weer 1-1. Doelpunt Remco van Wijk. Bloemendaal was overigens eerste in de competitie geëindigd en is de titelverdediger als het gaat om de landstitel. Goed voorbereid door Buma, prachtig aangenomen van Wijk en ook hij met de backhand door de benen van Robeers heen. Daarna weer Den Bosch onder leiding spelend van Jeroen Delmee die samen met Van der Weijden achterin stond. Maar Delmee heeft eigenlijk een vrije rol. Dijkshoorn hier langs een verdediger en hij krijgt de eerste strafcorner van de wedstrijd. 1-1 is het dan en er zijn pas 10 minuten gespeeld. Schelkens de scheidsrechter bij de corner. Jeroen Delmee in de lange hoek. 2-1 na 10 minuten spelen. Knap gedaan van Den Bosch dat zeer gemotiveerd was. Een beetje getergd leek door de schorsing van Jansen. En onder de leiding van Delmee tot grote hoogte steeg. Maar Bloemendaal zet je niet zomaar opzij. Buma en De Nooyer bijvoorbeeld hier bij de volgende aanval. Goed vrijgemaakt door Buma. En dan makkelijk gekiept door Robeers tot de slappe inzet van Vroger. En zo had hij halverwege de eerste helft zijn eerste redding te pakken. Dan weer een diepe bal van Jazet op Van Wijk. Mooi gecontroleerd van het land voor 2-2, maar de redding van Van der Weijden. En dat was dé kans op de gelijkmaker waarvan het land wel erg slordig mee omging. Plaagstootje van Den Bosch levert een vrije slag op. Die wordt genomen door Van Wijk. En Den Bosch heeft een specialist voor de tip-in. Prachtig van Raoul Ere. Weggehaald overigens door Moraes. Daar rechts Ere. Die zag dat het nog wel een strafcorner opleverde. Goede redding trouwens van Moraes. De corner dan levert een goede variant op. Daar is Brouwer bij de tweede paal, maar die staat verkeerd. Was te ver naar binnen gegaan. Verrassing voor Bert Bunnik, de coach van Bloemendaal. De corner van Den Bosch. Inmiddels in de tweede helft. Het initiatief moet dan bij Bloemendaal komen te liggen. Maar de ploeg zocht het veel in de persoonlijke acties. Rekende op de internationals en speelde niet echt als een collectief. En dat nu deed Den Bosch juist wel. Weer een vrije slag, weer Van Wijk en daar Ere. Nu loon naar werken. Schitterende goal. 3-1 voor Den Bosch, terwijl het ook nog met 10 man stond toen. Er waren vanmiddag maar liefst 3 gele kaarten. Blijdschap bij Brouwer en Ere was terecht. De landskampioen dus serieus onder druk. Goede redding van Robeers die knap in de wedstrijd groeide. En daarmee toonde dat hij een waardig vervanger is van Jansen. Frustratie bij Boy, ex-speler van Den Bosch. Nog een keer tot slot een aanval van Den Bosch. Levert een strafcorner op. De woede bij Meijer. Hij was één van de drie die geel kreeg. En dan de strafcorner met weer Delmee. Hard gepusht en daar de rebound binnengeschoten. Nee, zegt scheidsrechter Ten Kate, ik had al gefloten. En dus gaat de goal niet door. Weer veel tumult. Dat hoort bij de play-offs blijkbaar bij het hockey. Hier de redding van Moraes.
En het voordeel was er natuurlijk voor de ploeg van rechts, Toon Swietman. En deze Rogier van Gent, nu assistent. Hij werd al eens landskampioen met de mannen van Den Bosch. Wiese en De Nooyer. De Nooyer was weinig zichtbaar, werd kort gedekt door Baks. Maar is er hier eindelijk langs en moet dan 3-2 maken, maar doet het niet. En dat gaf al aan dat Bloemendaal het zeer lastig had tegen het hechte collectief van Den Bosch. Want dat deelde vanmiddag de eerste klap uit. Het won met 3-1. En als je heel goed kijkt, zie je een klein lachje op het gezicht van Ronald Jansen. En de kampioen van Nederland mocht noemen. Het duel was in Bloemendaal. Meijer. Van Wijk. Verhogen. Langs Marijnen. Aangetikt door Dijkshoorn. In de strafcorner. Nieuwse. Van Wijk. Schot. Van Robeers lijkt het. De bal terug bij JAZ. Scherp voor Buma, Bekker. En geen goal, hoe is het mogelijk? Die bal karamboleerde vanaf de paal op de kuit van Robeers lijkt het. De Nooyer. Goed gespeeld door Buma. Bal in de punt van zijn stick. Moeilijke hoek en wat een goal. 2-0. En dat is een enorme tik die Buma letterlijk en figuurlijk uitdeelt aan Den Bosch. Baks zit mis. Daarom Buma in balbezit op die lange bal van JAZ met Robeers bij zich. Die is naar de grond. Buma. Zo! 3-0. En dat doet hij knap. Tweede goal van Buma. Dijkshoorn. Het is inmiddels voor Den Bosch zo'n beetje met de moed der wanhoop. De gaten worden groter. Met hier De Nooyer en Van Wijk. De Nooyer gaat zelf. En 4-0. In rap tempo wordt het vonnis voltrokken. Nielsen. Buma. Vanuit het centrum spelen. Buma weer vanuit het bekende hoek. Voorgegeven De Nooyer. Aanval weer van Bloemendaal. Overtreding nog binnen de 23 meter lijn op Eikelboom. Maar het hoeft niet meer. Er is getoeterd. Het is voorbij en dik verdiend. Gaat de landstitel naar Bloemendaal. Naar de ploeg van coach Bert Bunnik. En er is echt niets, maar dan ook niets af te dingen op het feestje dat deze spelers vieren. De coach van Bloemendaal. Het hele jaar hebben ze gezegd dat jullie landskampioen moesten worden. Is dat een druk geweest? Dat is absoluut een druk geweest. Ja, daar kun je niet omheen. Maar daar hebben we denk ik aan het eind wel van laten zien dat we daarmee hebben kunnen leren omgaan. Ik denk dat op basis van deze wedstrijd, maar ik denk ook gezien de hele verloop van de competitie, dat Bloemendaal terecht landskampioen is geworden, ja. Ik denk dat heel Nederland al lang wist dat als wij geconcentreerd spelen en goed bij de les zijn, dan zijn we niet te grijpen. Nou, in de strijd. Eerste duur.